Goedenavond en welkom bij aflevering 83, denk ik, van de Vierkante Paal. Het is een special vandaag. Geen actualiteitsbesprekingen, maar wel een diepgaand interview met een gast die zichzelf zo meteen zal voorstellen. Ik ga die mens uiteraard niet alleen op de pijnbank leggen. Ik heb nog twee andere krawaten bij mij. Ik ben Thomas Lembroek. Ik ben Hans Brissing. Ik ben Bob de Jong. Ik ben toerist. Alsjeblieft. Toerist, yes. Welkom man, welkom. Dank u, ik ben blij dat ik hier ben, jong. Ja, want inderdaad, de luisteraars weten dat natuurlijk niet, maar geen kleine blik achter de schermen. Het is eigenlijk vandaag ook de eerste keer dat we live opnemen. Door heel die corona-shit hebben we altijd van op afstand moeten opnemen natuurlijk. Maar nu, voor de eerste keer, debuut, zitten we eens een keer samen. Ja, je had de opties gegeven, gaan we zoomen of samen zitten. Ik dacht van, ik zie die zooms zo bui al zitten. Dat is waar. Laten we gewoon even... Maar ik ben een hoffelijke gast. Ja, dus ja, voilà. Ik had alleen geen chips voorzien. Maar daarna zit er. Doritos natural cheese. Als je driehoekjes gewild, zeg dat maar. We gaan daar proberen nog even af te blijven, want dat gaat niet zo aangenomen zijn in de oren. Maar bedankt. Fijn jullie eens in levende lijven te zien, Bob, Hans. Het is lang geleden. Jullie zijn er al bij, alleen maar knapper op. Ik ben blij om te zien dat een Bob ook benen heeft. Ik zie normaal alleen zo dat bovenlefje en... Het bevalt me wel dat dat eronder hangt. Merci, Hans. Alright, voordat je elkaar helemaal opvrijdt, we hebben een gast vandaag. Een toerist. Wat verwacht je van onze edele gast vandaag? Veel. Ja. Ik heb al het geluk gehad om een paar keer met een toerist te mogen samenwerken. Voor tv en voor de film. En dat was iedere keer plezant. Dus laten we dat vanavond nog eens doen. Top. Toerist, jij zit hier niet zonder reden natuurlijk. Want jij bent een Antwerp supporter. Jij steekt dat ook niet weg. Hè? Nee, dat kan niet. Voilà. Laat mij eens introduceren met een anekdotekes. Ik speel FIFA, maar met periodes. Hè. Niet altijd, okay. Want je hoort ook bijna een tijdje. Maar ik zit nu terug in zo'n periode. En gisteravond had ik dat nog eens vastgepakt. En ik ben een Champions League begonnen. Hè. Je kunt denken, ik ben er ook niet zo goed in. Hè, maar ik gooi dan Genk eruit en zet ik in Antwerp daar, in een of andere pool. En dan speel ik tegen Liverpool... Liverpool, een Oostenrijkse ploeg en het ontsnapt mij even. Moswat, ik krijg kletsen langs alle kanten van die ploegen, ook kleine ploegen. Hè. En dan kom ik tegen Liverpool. Uit match speel ik 1-1 gelijk. Hè. Dat maakte mij echt al blij. Hè. Ja. En dan was er de thuismatch. Ik heb die dan ook onmiddellijk gespeeld. Met Marta achter mij in de zetel, de kleine man in bed. En ik kom 0-1 achter, 0-2 en 0-3. En bij de helft denk ik van, fuck, gewoon die console nu terug opnieuw opstarten en die match terug van nul beginnen. Kent dat, want anders ja, slaag dat op en dan zit ik gezien, dan blijven die cijfers staan. Hè. En dan was ik er ook al uit en ik wou verder zetten de Champions League. Dus ik dacht, nee, ik kon een tweede time verder spelen. En ik maak 1-3. En ik begin al zo blij te worden. Marta kijkt, die zegt dat ik heb gescoord. Oké, laat maar. 2-3. 3-3. En ik spring al recht en ik begin zo te roepen. Marta, wat voor... En ineens, ik maak 4-3, gast. En ik begin zo rond de tafel te lopen van enthousiasme. En dat vat het een beetje samen. Want Marta kan er niet tegen. Die zegt, jij bent nooit zo enthousiast op eigenlijk geen enkel levensdomein dat ik ken. Nooit ja. Over mij of over ons. Buiten als show over voetbal, over de Antwerp, begin je zo extatisch te doen. Hè? Dus die kan er niet zo goed tegen. Maar dat vat het eigenlijk een beetje samen. Hè? Voetbal, ja, leuk spelletje. Jongen. Dat zelfs is, virtueel. Emotie. Ja, zelfs... ja. Virtuele manier. Allee, top. Want de meeste mensen kennen u als een redelijk chillen dude, zoals de jongeren het zeggen tegenwoordig. Maar als... Thomas is nog mee met de jongeren. Ja, ik ben helemaal jong. maar als je op de voetbalzee of thuis zegt u beeldjes bakken, dan gaat het los. Ja, ik heb nog van die anekdotes, maar dan inderdaad, dan kan ik wel even schrijven. Zeg, en allang Antwerp, wat is zo de eerste herinnering aan een Bosuil voor u? Ja, ik denk dat mijn vader mij eens beginnen meepakken. Ik moet dat eens vragen. Zo. Maar ik denk, ja, ik heb dat eens gevraagd, dat wist ze zelf niet. Maar ik denk 8-9 jaar of zo. Want ik heb de hoogdagen dan maar half en half beleefd. Want ik was 10 jaar, denk ik, dat we naar Parma gingen. Naar Engeland voor tegen Parma te spelen. En ik was toen, dat weet ik, dat ik toen al een paar keer zijn gaan zien of zo. Hè. Maar ik weet veel meer van mijn recente tweede klasse periode dan echt die hoogdagen toen. En wat ik er dan nog van weet, van die match die ik ben gaan zien, waar de bankjes in op bleef, naar beneden vlogen. Hè? Elke wedstrijd bijna, want dat was denk ik... Dan van na die Wembley ging het alleen maar bergaf. Dus dat elke match wel een bras. En dan
Op elke hoek van het plein stond dan de Gardeville in vol ornaat, hè? De Rijkswacht of wat was dat ook. En die stormde dan altijd naar boven, die bankjes naar beneden. En dat was een moment, kwartier voor het einde van de match, dat mijn vader mij al mee naar huis pakte en zo. Dus dat blijft me altijd bij, dat weet ik nog. Op de twee? Ja, op de twee. Ja, dat is altijd in het midden, boven de hoofdingang. Zo. Ja. Voilà, dus zover ga ik terug. Ja. Dus vroeger met je vader en dan in uw jonge jaren, in uw jeugdige jaren, bij mate naar Antwerpen gegaan? Of? Ja, dan was er een periode waarin dat je veel minder ging. Zo rond mijn 17, 18, 19 ging ik zo af en toe de tweede time. Dan kon er nog gratis binnen. Je kent die toestanden. Eigenlijk nog 10 minuten als de match was begonnen, kon je eigenlijk al binnenlopen. Weet je. Dat is, dat was toen al absurd eigenlijk voor een eerste of tweede klasse ploeg. Maar dat deed ik dus. Het is pas rond mijn 22, 23 dat ik terug volop ben gaan zien. En dat was dan al echt tweede klasse. Mm-hmm. Ja. Vond ik nog wel... uiteindelijk heb ik me nog goed geamuseerd in tweede klasse. Ik vond dat wel iets magisch hebben. Of zo, vanuit de underdog positie. Zo, elke keer als we een grote match speelden op de tv, die zouden toch in eerste moeten horen. En zie eens wat voor een publiek. En, dat streelt allemaal wel tegen. Ja. Je zei een rapper en ook geen slechte, denk ik. Een redelijk populaire in Vlaanderen. Dus door de laatste jaren, uw weekend zal dat wel voller en voller hebben gezeten. Is dat niet soms jammer dat je dan niet naar Den Bosch al kunt? Of ja. Ik zal het zo vragen. Heb je een manier gevonden om dat te combineren op een manier? Ja, ik heb... Nee, combineren was moeilijk. Want inderdaad, heel veel weekends moest ik dan gaan zingen. En dan durfde ik gewoon niet naar Den Bosch al gaan, want ja... Ik kan me dan toch heel moeilijk inhouden. Hè. Dan weet ik dat ik op een bepaald moment gewoon beginnen roepen of gewoon mee beginnen zingen. Omdat je wordt gewoon meegezogen. En dan horen de rest hoe toonvast dat jij bent. Ja, dat is hier een professional. Nee, maar vooral dan ging ik naar huis en dan voel ik mij zo'n beetje hees worden. En dan begin ik te panikeren. Dus ik denk van, daarmee ook een van de redenen dat je een jorken of twee ondertussen op de neen hebt gezeten. Ook. Ik heb dat al goed of al gelukt. Terug verlaten. Zit er iemand van jullie op de 1 of allemaal op de 2? Nee, twee. Ik zit op de 3. Een 3. Ik zit een familie, mensen. Met de kindjes en de madame erbij. Ja, nee, dat ook niet. We zitten juist net het bezoekersvak, dus heel familie is dat ook niet altijd. Jij zit die gast die er soms tegen het net gaat hangen dan. Nee, want ik heb heel fijne polletjes en dan breek ik mijn handen, denk ik. Maar toch wel heftig zo dichtbij. Ja, de, hè? Dan, ja dat dan... is niet altijd even simpel. Oh, nee. Bruggen of Henderlicht of zo, er staan. En dan krijg je wel soms wat bier over je ook, ja, dan krijgen we veel, maar dat is wel gewoon. Hè. Ja? Ja. Doe jij weer slechte vrek aan? Ja, nee, daar zit ik al niet meer in. En gooi je er dan niet terug, of? Ik kan zelf ook heel slecht mikken, dus ik heb meestal ook gewoon van mijn eigen vrek. Jij koopt elke keer een nieuwe vrek. Als je zou eens moeten weten hoeveel vrekken ik hier thuis. Maar volhangde niet echt, want dat is zo nog een redelijk hoog net. En dat komt zo gespreid dan op beneden. Nou, je hebt mensen dat er slechter op reageren dan anderen. En hoe kom je daar dan terecht? Dat is eigenlijk gewoon omdat wij cheapskates zijn. Zo, het eerste jaar onder de Kuiper verkochten ze daar ticketten voor €150. En dan zijn wij er direct opgesprongen met, €150, dat is geen geld. En we zijn er sindsdien blijven zitten, omdat wij het er wel naar ons zin hebben. We zitten er met een hoop van een man of 12. En dat is altijd plezant, gewoon met ons hoopje op ons vaste plaats. Ondertussen kennen wij iedereen rond ons... Dus gewoon plezant pin te pakken en te voetballen. Ja. Zie je dat alleen zo slecht, vind ik, achter de goal. Zo dan niet de bal kunnen moeilijk inschatten, vind ik. Maar ik drink ook nooit, dus ik beleef elke match ook altijd heel bewust. Ik denk als je al zo... Ik denk als je zo Hans al wat pintjes op hebt, dat het al niet meer zoveel uitmaakt. Of dat, Waarom ga je er zomaar van uit dat jij drinkt op een Ik denk dat ik dat mag gaan in mijn hand, dat je als een pintje drinkt op de natuur. Dat durft gebeuren, ja. Was wat, dat is een technische discussie over op welke tribune je het beste voetbal kunt zien. Al toen ik op de 1 zat ik ook heel dicht bij de tegenpartij. Hè. En bij sommige matchen, zo, als aan een Beerschot kwam of inderdaad een Bruggen of zo, zag je toch echt die mannen, die zijn toch allemaal echt opgefokt. Want er zit dan dikwijls ook harde kern tussen. Je ziet toch wel wat haat in die ogen, in die blikken. En als je er dan heel dichtbij zit, dan wordt dat iets vies. Hè?
Maar daar onderaan op de neen is het ook stevig, hè? In die hoek. In een hoek van bezoekers. We laten ons niet doen, hè. Ja. Maar je zou denken... Dat de is wel uit Twarp, hè. Nee. De neen, het chic volk. Tuurlijk niet. Die krijg ik dat terug, natuurlijk. Maar allez, ik bekijk dat dan ook allemaal nuchter, want ik ben nuchter, ik drink niet. En dan... in heel die massa-hysterie dat het soms wel wordt... soms... Hè? Op een bepaald moment gewoon een keer dan wel boven staan en begin ik het op een andere manier te bekijken. En denk toch van, fuck ja, er is hier niet veel nodig. Of je beweegt de massa in een gewelddadige richting of zo. Hè. Dat is altijd wel leuk, dat spanningsveld. Zo. Dus jij zit op de 1 tegen het bezoekersweg? Daar heb ik gezeten. En nu zit je terug op de 2. Aan de andere kant van de spionkop, hè. Dus links. Ja, ja. Waar eigenlijk op de plek waar dat er ook heel veel leakjes beginnen. Hè. Er zit zo'n heel troep voor ons. Ah, ja, voilà. Allee, zat. Nou, niet meer. Ja, dat is waar ik op zat voor mijn vrouw. Dat is de goede ik denk dat ik u er ook een paar keer heb gespot. Ja. Ja, er zit een heel bus, denk ik, voor ons. Wij zitten erboven en dat zijn mannen die altijd leakjes inzetten. En zeker ook als een spionkop dan stilvalt. Dat was in 2e klas. We waren al 3-0 achter of wat, 0-3 achter. Dus heel spionkop valt. En dan begonnen die mannen te zingen. Not de spionkop van, hey, hoe is het nou? Moeten wij hier de ambiance maken? En, ja, dat kunnen wij wel eens geweest zijn. Ja. Dat is ook zo typisch Antwerps om zelfs op 1 tribune gewoon al een bras te krijgen. Van, oh, stel ik je aan het tegen. Ik denk niet echt dat je bij andere clubs veel mee moet, zo'n ding. Ja. Maar ik vind dat vind ik ook het graaf van Antwerpen. Plans heet dat bijvoorbeeld ook. Mm. Maar we hebben de lange zijden als sfeertribune. Hè. Ik vind dat wel graaf, want dan, die spelers worden echt over heel de lengte gejaagd. Hè. Dus ik hoop dat dat niet zoiets is dat gaat wegvallen met de 4 nu binnenkort. Ja. Maar ik denk zelfs als we op lange termijn helemaal rondom rond dichtgesloten gaan zitten, dat nieuw stadion, dat het nog indrukwekkender gaat zijn. Nu verdwijnt die klank, verdwijnt langs elk gat, langs elke spier dat open staat. Maar nu gaat dat echt zo gevangen blijven, die klank. En ik denk als dan de naar de kern op de 4, de luidruchtigen op de 2 en zelfs dat doekje dat jij zat op de 1 daar beneden, had die allemaal gaan beginnen roepen, dan gaat dat wel... dat is een 3, dat zit ook wel... Ja. Zeg, een toerist, gaat nu al een paar keer opgetreden op de Bosuil. Hoe is dat om op dat veld te staan met dat publiek er rond? Ja, teleurstellend. Ja, dat... Nee, dat is echt... Dat is magic, hè. Dus, dat is... ik heb het dan ook nog niet meegemaakt als de spelers... opkomen, dus voor hun moet dat nog meer kicken zijn, dat er zo'n een muur van geluid op hun afkomt. Ik denk, dan stort het toch te trillen op je benen dat je dat niet gewoon bent aan te doen. Zo. Nee, dat was echt plezant. Alleen, geluidgewijs, trekt dat daar op niks. Want je zegt één ding, dat werkt langs 6 verschillende kanten op 6 verschillende momenten. Dus je zingt er zo schots en scheef als heet. Maar ja, al goed trekt niemand zich er... Maar iedereen is toch zelf op bijzingen, dus... Ja, voilà. Ja. En het gevoel dat... je een deel van uw carrière of succes toch te danken hebt aan de Antwerp aanhang. Want voordat het grote publiek u echt kende, iedereen op de Bosuil wist wie toerist was. Ja. Denkt je dat dat een soort van bestendiging is geweest van het succes? Ja, ik denk dat wel. Dat is een aantal keren opgepikt door journalisten en zo van... een luidruchtig publiek en een ambiancevol publiek dat ik heb. En dat is mede te denken aan het andere publiek dat er zit, die het gewoon zijn van veel volume en decibels te creëren. En zelfs Bengaals vuurwerk, ik zeker in het begin. Toen echt? Nog op elk optreden was er Bengaals. Zelfs binnenshuis, in een tent, werd er Bengaals afgestoken. Dus al die organisatoren natuurlijk altijd zwaar in paniek. Maar dat is altijd goed gekomen. Nee, ik denk wel... Zeker ook op persoonlijk vlak heb ik er veel aan te denken, want ik weet nog goed de release show van het Antwerps Testament, waar wij zijn geratten opstaan. Het was op een koude decemberavond, er waren geen tickets verkocht in voorverkoop. En het begon dan ook nog eens te sneeuwen, s'avonds, en een halve sneeuwstorm, dus we dachten echt, er gaat hier geen publiek zijn. Gaat hier echt een fiasco worden, maar uiteindelijk zat die zaal heel goed vol. We beginnen onze show, tot dan wij zijn geratten. En dat had ik ook niet zien aankomen. En je ziet dat publiek, ik denk 80% Antwerps fans, 80% Antwerps supporters, beginnen daar natuurlijk keihard mee te zingen, want iedereen kende dat leken al, want dat bestond al, dat circuleerde al. Waardoor dat iedereen opgeblazen werd die het niet kende. Maar zeker ook wij op het podium hadden zoiets van, wat de fuck gebeurt er hier? Er waren Hollanders backstage die het voorprogramma of na ons gingen optreden.
die kwamen ook kijken van wat gebeurt er hier? Terwijl dat die mannen eigenlijk veel groter waren op dat moment. Die hadden ook zoiets van, what the fuck? En dat gaf me echt wel een boost van, wauw, ja, deze is het wel, deze wil ik. En hier wil ik voor blijven gaan. Hm. Word je als artiest echt gekenmerkt als één van Antwerpen? Zijn er bijvoorbeeld mensen van het Kiel die zeggen, oh nee, die komen er Beerschot-supporters naar je concert? Of heb je daar een idee van? Ja, er komen Beerschot-supporters van. Ja, ook weer in de beginperiode, als je nog Attermor 200-300 man zit in de zaal, dan kunnen ze wat koppen onderscheiden. Nu wordt dat wat moeilijker, maar dan zag je een Antwerp-schalke nog een tijdje naar boven gaan. En 5 meter veel, een Beerschot-schalke. en allez, voilà, dus die ambiance was er al altijd. En ondertussen, ja, je kent via ook Beerschot-supporters. En dan hoorde toch wel dat die ook allemaal fans zijn, ondanks. Hè? Wat ik eigenlijk ook nooit niet wist, want dat is ook altijd mijn vraag die ik stel. Van ja, maar hoe komt dat geloof van? En, dus die kijken er wel door. Zo. Maar aan de andere kant... Axel Peleman heeft die moet laten gaan. Wie is Axel Peleman? Maar die vind je ook. Die is waanzin. Maar die vind ik wel tof op laten. Ja, tuurlijk. Ja. Ashbury Fate vroeger, en dat is een solowerk. En dat is een rat. Ik ben fan van Nigel Williams. Dat is ook Nigel. Axel Peleman heeft wel eens geprobeerd een lieke te komen zingen op een bazaal. En dat is toen niet zo goed gelukt. Nee. Was het dus, want dat is wel een hele fijne dan, mens. Ik denk dat Kiekes was dat het hij moest inzetten voordat het publiek het wou oppikken. Ja, ja. Vond dat wel goed, juist. In de Antwerpse hip-hop zijn er wel heel veel Antwerp supporters eigenlijk. Sint-Andries MC's, No-Mops, vroeger OD. Ja, die No-Mops zijn eerder neutraal, hè? Dus ja, maar die allee, soms zijn ze Antwerp, soms neutraal, ja. Maar allee, klikt dat dan samen? Zit je gewoon ook samen op de tribune? Of? Ja, weet je, Sint-Andries MC's, die waren er al ver voor mij natuurlijk. Dus ik wist toen ook al dat de Antwerp supporters waren. En toen ik mijn nummer had gelanceerd, of toen ik als rapper werd gelanceerd, begonnen we elkaar ook wat te leren kennen. We kwamen elkaar tegen op podia. En dan zagen we elkaar effectief ook in het stadion, want die zitten niet zo ver van mij. Die zitten nog wat meer naar de linkerkant, op de 2. Dus we kwamen elkaar wat tegen. Hè. Ik weet nog, in uw begindagen, hè? Ik weet niet, de Sacha van de Zanden... Sommige luisteraars zullen misschien niet kennen, maar hij is al van de club, de laatste weken teammanager uit interim. Maar ik zijn veel optredens van u komen zien waar dat nog uw gitarist was. Ja, dat is Sasha. I love him. Hoe heb je die gast nou weer leren kennen? Die was ook fan van de beginperiode. Dat was een van de brullapen in Trix ook, bij de release party. Hè? Okay. En daar heb je die ontmoet, die was ook onmiddellijk op de tweede show. Want ik denk dat we toen al hebben gebabbeld. En die hebben mij dan op mijn derde show, na het uitkomen van het Antwerpse Testament, gebracht naar, hoe noemt dat daar, jong? Achter Xaverius, die is een Giro-lokaal of KSA. College Lam. Ja. En hij had dat dan georganiseerd, want hij is er zo een organisator. En ook allemaal Antwerp supporters. En dat was een van de meest magische momenten ooit. Want dat was niet één Bengaals, er waren denk ik 30, 40 Bengaals. Dat werd als toen dat allemaal niet gefilmd werd toen, want dat was niet normaal. Dat is super graaf. Dus en is er een muziekcarrière verloren gegaan aan de Sasha? Of denk je dat hij het beter doet op de club? Ja, ik vind wel dat hij dat heel goed doet. Hij is toch een van de enigen die behouden is van de oude garde die er allemaal opzij is geschoven. Garme. Hij is zo'n coverbandje nog, hè, wat hem denk ik ook wel heel graag doet. Ik zal iets vertellen, wij zijn gered op dat hij er eigenlijk kwam. Tweede klas, eindronde, 2008, ik weet dat nog goed, ik had dat nooit vergeten. En King Darko speelde toen ook nog. Die maakte 2 golen die match, dat was zijn eerste match van de eindronde. 2 golen, natuurlijk weer 2 van die klungelgolen, veel chance. Hè. De bal kwam terug per ongeluk in de goal. En dat was eigenlijk, onze 12+1 jaar in tweede klas was dat eigenlijk altijd het verhaal. We moesten meer chance hebben dan wat anders. Maar zwart, we waren gewonnen en ik was zo hyped. Dat we dat nummer hebben geschreven en dat is eigenlijk gemaakt, de muziek, door de persoon die naast mij op de bankje zit, hè, de Serge, de Kinetic. En die is een crew. Dat was eigenlijk de anekdote. We gaan verder. Want je had toch eens een keer geüpdate ook, hè, de wijziging gered. Ik weet nog dat de eerste versie die ik heb gehoord, was anders dan een versie daarna. Er zaten andere spelersnamen in. De eerste was met Svilar als coach, denk ik. Weet dat niet? Dat was de nacht, dat zal wel. En dan het jaar daarna dat je update, denk ik misschien op vraag van de club of zo, ik weet niet. Naar Warren Joyce.
Ja, misschien. Ik denk dat andersom. Ik denk dat die naam is gebleven, maar misschien heb ik al de spelers veranderd. Ja. Want ik haal twee spelers ook aan verbiest en ik weet al niet meer wie. Ja. Dus misschien dat die wel zijn veranderd. Maar ja, op het album, dat was wel de laatste versie. Maar als ik het dan ergens live ga brengen, verander ik die namen wel naar de actuele toestand. Dat vond ik, ik heb u, zoals zoveel, ook leren kennen door dat nummer als artiest. En toen dat je toen op YouTube ging zoeken, toen stond er niet zoveel toerist op YouTube. En dan was het een van de eerste resultaten inderdaad zo optredens op, ik denk op schoolrock of zo, of toch iets in de nacht. Hij zo echt duidelijk op een speelplaats. En dat is hij zo om op Bengalen de richting gaan. Zat, hè? Maar ik was er juist wat research aan doen en die filmpjes komen niet meer naar boven. Als je vandaag toeristen optreden intikt. Helaas. Ik zou ze wel eens Bengalen in een burla willen zien. Ja. Ja. Ik heb u ietsje beter leren kennen toen je mij in 2014, ik heb het opgezocht, had gecontacteerd toen ik nog aan de andere kant zat, dat ik nog in de club zat, voor Deze Nacht. Daar wou je een cover van maken. Het is ook zeer goed geslaagd. En had je voor mij als tussenpersoon gevraagd voordat je een paar Antwerp spelers mocht lenen, gebruiken. Toen word je nog geen... Geen nationale ster, dus ik heb die man ook wel even moeten vertellen wie dat jij was. Bij Hasselbank, dat was toen die brullen, heeft dat niet gepakt. Nee, laat maar. Het klinkt goed, maar nee, dank je. Maar uiteindelijk de Dekker en Bostock zijn toen... Supercool, hè? Ja, heel mooie beelden ook op het einde van dat clipje van die drie. Wie was er dan al bij? Noemt hem de zaalvoetballer, Karim Bagar. Ja. Dus een heel leuk moment. Ja. Dat is schoon herinnering ook... Ja, fijn dat hij dat wou doen ook. Hè. Maar de Dekker, heel fijne gast. En Bostock ook. Die heb ik daar niet veel mee geklapt en die zijn ook vrij snel vertrokken. Ik was wel fan van die Bostock. Ik vond spijtig. Ik ook. Die kon wel shotten. Die kan shotten, dat weet ik nu niet, maar die kon destijds wel. Maar je hebt te veel last van heimwee om dan naar Leuven te gaan. Een vrome katholiek, die zou nooit niet liegen of zo. Ja, het is dat. Echt. Speelt hij nog, Hans? Die zit zonder club voor het moment, denk ik. Die is zo of die in Turkije gezeten en dan in Frankrijk een tijd bij Lens. In Canada, bij Toronto heeft hij ook gezeten. Echt. Ja, maar dat was voor ons. Dat was voor ons, dat is waar. Die is zo wel op de dool geraakt, precies. Schat dat hij hem weg hebt. Ja, geniale voetballer. Maar ik weet nog, begin dat seizoen op Heist. Ja. Dan zijn we er 1-7 gaan winnen en dan gingen we weer kampioen spelen. Dat heeft weer heel lang geduurd ook, maar... Ja. Samen met Super Turk, dat marcheerde wel. Ja, dat is juist. En in de vriendenmatch, vlak voordat we het seizoen begonnen, was tegen die Hollandse ploeg, waar die Superturk van kwam. Helmond. En toen hadden wij denk ik ook gewonnen. En toen heb die toch wel wat dingen laten zien, waar iedereen van dacht van, wauw, super, super graaf toch? We gaan dat hier halen, dat seizoen. Speel nou als kapot. Superturk, ik heb die ooit nog een kopbal weten scoren. Dat is 1,12 meter. Govinch, of hoe noemt hij dat? Govinch. Nee, nu een fijn lunchzaakje in Genk. Samen met zijn vrouw. Er is toevallig gewoon een goede mat van mij, is van Genk, waar we daar gaan eten. Allee. En wie komt er ons bedienen? Emo Govinch. Een trainer van de derde ploeg van Genk Ladies. Is het echt? Ja, dus... De derde ploeg van Genk Ladies. Dat zijn de meest ambitieuze sportvrouwen. Uw trainerscarrière wel helemaal onderaan de ladder starten. Die wil dat echt verdiend hebben. Alright, en toen ik nog dat clipje aan het zien was van Deze Nacht, ik had het ineens nog helemaal zien natuurlijk, het viel mij op dat je er ook de acteurs die erin meedoen, dat eigenlijk ook allemaal Antwerp-fans zijn. Is dat toevallig of is dat bewust? Dat is toevallig. Oké. Want de Luc Kaals bijvoorbeeld, Axel Dazelaar. Ja. En zijn naam ontbreekt me even, maar... Slanske. Ik weet niet, die is niet echt... voetbal, dat denk ik. Nee, maar die van Dardenne, die... Perseval. Ja, Perseval. Hij is een Antwerp supporter. Ja. Volgens mij is het zelfs bij de jeugd geshot. Ja. Dus dat is toeval. Ja, dat is toeval, ja. Dat is niet... We waren gewoon aan het zoeken en wie dat we te pakken krijgen, daar waren we blij mee. Om de clip te vullen en wat animo er rond te creëren. Ja. Maar voilà, het is gewoon toeval. Ja, alright. En een ander, het laatste wat ik over dat clipje kon zeggen, is dat er... je steekt sowieso veel referenties naar Antwerp in leakjes en zo, daar gaan we het nog wel over hebben. Een stukje in dat clipje is een fragment in de taxi. Jij bent een taxibestuurder in dat nummer. En op de radio horen we, en Leenhoff scoort. En hup, op de achterbank herkennen we een paar figuren
Ik herken vooral de Evi van... Ja. Lachen, de Sascha zit er ook bij. Dat was ik ook denk ik. Ik zag voor komen, ik dacht dat ik hem zit een tel er ook bij. Was dat iemand aan de vroegere groundsman? Ja. Greenkeeper, of hoe noemen ze dat? Ja, Natel heb ik ook leren kennen, want dat is een goede vriend van de Sascha. Dus ook een hele goede gast. Hij is een schoonbroer. Dat is een schoonbroer, ja. Ja, voilà. En de Evi heb ik dan ook in een tijd leren kennen. Oké. Niet van het vechten, zo, want... Ik kan wel zeggen, hoe ver gaat uw arm in de richting van een harde kern? Ik heb wel eens meegelopen toen ik wat kleiner was, maar toen nog, dat waren nog niet de casuals die afspraken met andere mannen om te vechten. Toen was dat eerder het einde van de match, we staan weer achter, we gaan weer verliezen, iedereen spiest. Iedereen begint zo naar beneden te lopen en zo naar de andere kant van het stadion te lopen. Maar ja, ondertussen had die rijkswacht dat spel ik ook al door, dus stonden klaar met hun kanonnen en... met een waterkanonnen. Dus dan werden al snel terug de bossen ingeblazen. En voilà, dus het is nooit tot aflap gekomen. En daarna ook wel meegelopen of zo. Maar, gewoon wat kat en muis. Ja, kat en muis. Ja, dat vond ik wel grappig. Maar dat is eigenlijk ook een van mijn allereerste herinneringen. Vroeger droeg ik veel Antwerp-sjalks. Vanaf dat ik klein was. En ik weet nog, ik denk dat ik 14, 15 of 13, 14 eerder. Ik weet dat nog goed, jong. Dat stond in mijn geheugen gegrift. Ik liep over het Tastrietplein, of de gemeentestraat tussen Tastriet en de Roosevelt. Met mijn sjalkje en nog een vriend. Stopte er ineens zo'n klein auto met 4, 5 man erin. Hé, hey, wat is het, maat? Wil je komen vechten? Antwerpse van mijn klote dag. Om te pakken. Maar ja, dat is indrukwekkend. Weet je. Ik kop naar beneden en doorloop. Ik dacht, fuck. Hé, hey, ik mag dat geer zijn. Kom naar hier. En uiteindelijk dachten we toch van, oké. Okay, we gaan, hè, we zullen zien wat er van komt. Die stond toch op straat. Ik dacht, hè, die gaan toch niet, hè, gaan die uitstappen of wat. Dus wij gaan naar die mannen. En toen dat we er aan die raam waren, kom eens hier, kijk die schoen. En dat was zo'n medaille gezien met Antwerp embleem. Wauw. En dan zei hij van, hé, gast, nooit schrik hebben. Als je het is. Nooit laten doen, jongen. Nooit laten doen. Als je het is, gaat er gewoon over. Wij zijn familie. Ik weet niet of dat het juist de exacte woorden waren, maar in al dat geweld kwam dat wel zo bij mij over. En dat was ook wel een heel... ondanks dat een bizarre situatie, maar heel hartverwarmd ook. Levenslessen. Ik voelde mij niet meer alleen of zo. Hè? Ja. Door de stad, dat betekent iets. Als, hè? Toen wist ik van, oké, een sjalke draagt, dat betekent iets. Je ziet andere mensen, er is zo herkenning, die kijken naar je. Nu heb je dat ook, hè? Als je zo volk tegenkomt. Ja, nu is het natuurlijk anders. Hè? Ik ben een toerist dan ook, maar vroeger als Antwerp supporter, ja, je herkent elkaar. En, of als er dan een met een beestje sjalke, dan kijkt ze wat vezers zo'n kikker. Ik heb dat ook lang gedaan, zo in mijn jonge studentenjaar, zal ik zeggen. Eerst gewoon als statement toe, om te laten zien dat je niet marginaal moet zijn om fier te zijn op je club. Ja. Dus ik ben dat beginnen doen, wow, gewoon als ik van mijn kot naar een café en naar de NIF ging. En door mijn maten die niks met Antwerpen of met voetbal te maken hebben, die versleten mij echt al voor een marginaal. Maar wat jij zegt inderdaad, je schept op een manier wel zo een hele directe band met passage van mensen die... Ja. Die een herkenning hebben. En ik sta er nu ook nog op, als ik iemand zie met een Antwerpsjaal of zo, en ik passeer, dat ik knipoog uitwissel of zo, dat ik echt wel herken. Want inderdaad, dat schept een soort van band. Dus ik heb geen spijt van die jaren dat ik dat heb gedaan. Want nu ben ik er toch mee gestopt. Ik heb er vroeger zo een van Antwerp in Manchester United. Okay. En dat was dan zo, de ene kant rood-wit, de andere kant rood-geel. En ik had die niet aan op KV Michel, maar zo de verkeerde kant gedraaid in het bezoekersvak. En ik denk dat dat de laatste keer is geweest dat ik een Antwerpsjaal heb aangedaan, want ik heb er toen heel veel commentaar gehad. En ik heb die sjaal nooit meer aangedaan. Ik doe nu altijd wel Antwerpsjaal aan. Ik ben een sjaalman. Als ik naar de match ga, voor mij, ik vind dat deel van de voetbalbeleving, cultuur. Gewoon. Ja. Voor de rest vond ik... casual, zoals je dat noemt, met een stomme naam. Maar ik doe altijd wel een Antwerpsjaal aan. Zelfs als het te warm is voor een sjaal, denk ik... ik vind dat het erbij hoort. Ja, ik ben nu net verhuisd, maar daarvoor woonde ik echt... En uw vrouw is per ongeluk die doos met sjaals vergeten? Nee. Ik doe niet zo snel een sjaal aan als ik naar een bos al kwam, maar daarvoor woonde ik echt op... in vogelvlucht 300 meter van het kiel. En dan moet ik wel zeggen, als ik dan naar de match ging, dan zorgde ik wel dat ik... die sjaal even wegdeed, of als ik een t-shirt aan had, dan deed ik mijn jas erover, want ik heb daar toch een paar keer wel... maar dan, dat is natuurlijk letterlijk het hol van de leeuwen. Als de ratten dan ook thuis speelden, dan was het wel 1 tegen... Ja, doe dat niet, hè? Nee, dat vond ik toch net iets te tricky. En ik ben geen vechter, en dat had ik er toch precies niet echt voor over. Ja, dat is dan... de heat of the moment, hè? Want als je die gasten allemaal apart ziet, dan
Denk je dat dat nooit een probleem is? Of dat je daar, nee. Ik zie daar eigenlijk evenveel Antwerp-schalkes op de Kiel en in Hoboken, hè, waar ik nou woon, dan Beerschot-schalkes. Dus ik denk dat dat allemaal wel, wel kan. Maar ja, als je inderdaad in troep zei, je hebt wat gedronken, dan ja, een ander verhaal. Dat was een... De jaren dat ik nog voor de club video's maakte, en dan... Oh, je kent die spelers dan een heel klein beetje. En wij hadden thuis gespeeld, maar ik weet niet meer welke wedstrijd. En ja, ik ging naar huis, naar het Valaro dat ik toen woonde, vlakbij bij de Beerschotten. Ik was naar huis aan het stappen en achter mij hoor ik een klaxon. En ik kijk en dat was Stallone, die eigenlijk ook bij mij in de straat woonde, ietsje ver, die woonde okay. Nog dichter bij het Kiel. En ook zo... En ineens op de 7e Olympiadelaan, ja, dat is daar dikwijls heel druk. En ook net de Beerschot had gedaan met speel, dus dat werd daar helemaal... Dat zat helemaal vast en ineens had iedereen ook gezien dat Stallone er zat. En die zat echt zo in zijn auto steeds dieper en dieper weg te zinken onder zijn stuur. Zijn auto met het logo van de club op en zo, ja. Ja. Top. Stallone, zalig. Maar ja, die liep ook altijd met zijn Antwerp-frak los in de buurt. Ik couldn't care, dat vond ik ook wel... Fearless. Dat vond ik ook, ja. De type heeft wel in Bombay. Ja. Ja, die had ooit, uitgepakt tegen... John Bico, dat is David tegen Goliath, maar dan in het kwadraat. Dat is niet te schatten. Daar was ik ook wel van de Limbombe. Ah, je dacht aan Bico. Bico, man. Nee, de Limbombe, oh, die straalde ook Antwerpen een beetje uit. Dus ik denk dat ze van Mechelen zijn en zijn familie, maar toch Antwerps genoeg of zo. Ja, wat wel leuk. Ja, ik vond dat ook gewoon een topper. En ze hebben dan eens een filmpje opgemaakt van wat had jij geweest... Als je geen voetballer was en iedereen zei advocaat, ja. Boekhouder, rechter en in Bombay pakjesbezorger. Want ik was dat voordat ik wat in Antwerpen speelde. Dat vond ik zo top. Hij zei, dat is toch gewoon zo puur. Ja, ja. Dat is een mafketel stellen, maar wel. Dat is geen een dikke nek, maar dat is een zelfvertrouwen dat hij heeft en terecht wel een goede shot ook. Die ook eens regelen hebben kunnen trainen. Ook heel goed dat hij scoort, hè, dat hij de kampioenen goal scoort op Brusselaar en dat iedereen er naartoe wil en dat hij te snel is. En dat hij ook gewoon naar helemaal een andere kant van het veld loopt. Hè. Maar, ja, wie zat daar? Er zaten spelers die uit naast de bank waren gevallen. L'Allemand, denk ik zelfs. En dat hij daar naartoe ging. Okay. Ja, dat waren wel maten. Maar. Ja, ook goed. Zalig. Kun jij zelf eigenlijk shotten, Mr. Toerist? Nee, ik geloof dat graag van mijn eigen dat ik kan shotten, maar... Want in dat clipje van deze nacht, je ziet die mannen shotten, maar je ziet aan die shotten. Nee. Het idee is dat je meedoet met die mannen, maar je ziet die geen bal raken. Nee, ik denk dat ik dat vroeger wel een beetje beter kon ofzo, maar gewoon... als je er te weinig mee bezig bent, je komt dan... Maar ik ben sinds vorig jaar terug wel ingeschreven in zo'n clubje. In de zuidrand van Antwerpen ook ergens. En dus dan begint dat wel te komen of zo. Ik denk, maar je traint ook niet, dus één keer per week of één keer om de twee weken. Vriendenverbond vriendenverbond. En welke positie stond er dan? Liefst rechtsmidden, maar meestal moet ik pakken wat er te pakken was. Wie gaat eraf naar verdedigen? Oké, ik zal wel gaan verdedigen. Niks mis met de edele kunst, het verdedigen. Nee, je bent een verdediger. Ook tegen wil en dank, om dat op een bepaald moment dat niet anders kon. En dan blijft er nog staan. Hè. Heb jij ook niet meegespeeld met die match All-Stars tegen het gewoon publiek? Nee. Nee, dat had ik wel gewild, maar ik was niet gevraagd. Ja, maar bij het publiek, hè. Ja, maar jij had al echt op de Bosuil gespeeld. Ja? Ja, toen die wedstrijd daar... Jij stond bij het publiek, of? Tussen het publiek. Ja, die had mij niet gevraagd, ik was toen nog in een BV. Dus. Ah, nee. Maar ik wil zeggen, jij hebt meegevoetbald. Ja, ik heb meegeshot. Maar toen trok echt op niks. Want die mannen van het publiek waren ook allemaal echt halve atleten. Die konden allemaal wel goed shot. Ja, er zat wel wat tussen. Er zat wel wat tussen, ja. Dus, de Marsman deed toen mee. Ja, de Marsman. Ja, dat was dan niet per se. Als we het over halve atleten hebben. Dat is letterlijk een halve atleet. Die hebben een penalty. Ja, die hebben ze laten scoren. Die hebben een penalty gemaakt, denk ik. Maar dat is toch... Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik op dat plein stond... voor ATV destijds, dat is 20 jaar geleden, de eerste keer dat ik op dat plein stond, dat was wel zo, de Bosuil. Ik denk, als je daar nog eens moet voetballen, dat helemaal... En dat dan tegen een ploeg zou zijn, dat zo'n Smitsken of zo, of Severens rondloopt, dat...
ik ken niet goed voetballen, maar bij deze een sollicitatie zou ik nog eens zo'n match organiseren. Ja. Ja, ik heb sowieso één keer de aftrap mogen geven. En dat is toch wel een van de graafste dingen dat ik ooit heb gedaan. Ik had zo twee dromen in mijn leven. En dat was de aftrap geven en figureren in thuis. En ik ben dat figureren in thuis aan het uitstellen, omdat ik anders geen doelen meer heb in het leven. Maar, Hans, dat heb ik al wel gedaan. Maar dat was echt top, hè. Ja, dat er zo in een middencirkel staan en heel die tribune rond dat. En ook overal zit er volk dat je kent, hè. Langs alle kanten was iedereen tot wapen, dat zo. Ik vond dat plezant. Jij bent ook al een uitzonderlijk figuur. En iedereen zou het hebben dat je overal mensen kent. Ja, op de eind, maar op de Antwerp gaat dat rap, hè. Ja. Maar jij bent een burgemeester, hè. Dat is waar. Burgemeester van een drie. Ah, wel, ja, van een drie. Zo bescheiden, zo bescheiden. Ja, dus een voetbalcarrière is er nee. Okay. Nee. Zeg, heb je deze jaar wat gevolgd? De voetbal, hè? Laten we het eens over de voetbal hebben. Ja, ja, het begon leuk, hè? De bekermatch. Dat is genieten. Nee, gestreamd, hè, want ik... iedereen moet thuis zitten, dus ik vond het ook wel een beetje saai om echt zo'n computerschermpje. Ik heb er voor ook veel gedaan, zo, maar onwerkelijk seizoen eigenlijk. Mm-hmm. Ja, zonder publiek, ik moest er wel in komen. Ik ben het nou wel gewoon ondertussen. Ik denk iedereen is wat gewend geraakt, maar ja. Het was toch heel... ik moest er even in komen, heel bizar. Ja, als je na een match met publiek ziet, is dat teruggewinnen. Dat is geen computergegenereerd geluid, dat is echt... Ja, maar dat is wel zalig, hè. Zo gelijk die FA-cup-finaal, dat je die van Leicester eruit in de actie gewoon... Ik vind dat. Ja. Dat is toch het schoonste wat dat er is. Een uitbundig voetbalpubliek. Dat zou we gemist hebben, hè? Ja, ik denk dat het genieten gaat worden in augustus. Denk je dat we terug gaan mogen? Ik denk dat de clubs er ook vanuit gaan dat gaan mogen. Als je met 75.000 man op een festival gaat mogen staan, waarom dan niet 20.000 man? Tegen dan zullen we allemaal wel één of twee vaccins. Uw leeftijdscategorie. Ik heb vorige week mijn eerste prik. Terecht, hè. Ja, maar dat had niks met mijn leeftijd te maken, maar ik ben risicopatiënt. Dus, Maar dan is het wel dubbelfeest voor u, want het zal ook wel kriebelen om terug op het podium te staan. Ja, zeker. Ja. God, amai, lang geleden, jongen. Vorige zomer echt heel de zomer gemist. Dat was wel even slikken. Dit jaar... ik denk, de eerste shows in juli gaan nog wat... corona-shows zijn, hè, zo in bubbelgewijs, maar vanaf augustus denk ik dat terug publiek op elkaar mag staan. Ik denk dat dat wel heftig geworden. Ja. En zeker ook kijken naar uit om terug op de tribune te zitten, want ik denk dat gaat voor iedereen zo'n ontlating zijn vanaf 2 uur voor de match. Mm-hmm. Die eerste match met al het publiek, dat gaat toch... Dat gaat niet normaal zijn. Dat gaat toch een Antwerps... Ja. Ja, we kennen ons eigen allemaal. We weten wat voor publiek dat we zijn. Hè? Ja, de tegenstander die dan komt spelen, die gaat het wel geweten. Hè? De eerste wedstrijd. Ja. Gemeene vraag, maar wat heb je dan het hardste gemist? Op het podium staan of toch een match met de mate op de Bosuil? Ja, ik kan van alle twee zo hard genieten. Dat ik met een feit toch op tafel gooien moet. Dat mag eigenlijk, kon hier eentje niet antwoorden vanavond. Dat is een die. Nee, het is alle twee echt enorm genieten. Het is ook een beetje hetzelfde. In het stadion, je zingt ook. Je bent aan het zingen, je bent met energie bezig. Je deelt energie met een heel publiek. Dat is magisch. Hè? Je hebt dat ook, denk ik, in de kerk leg. Ik maak die vergelijking dikwijls. Je hebt dat op een podium ook met een publiek. Er wordt een bepaalde energie gedeeld, je komt er helemaal ontladen, moe, maar langs de andere kant ook energiek. Het zo'n match onderhuis, dat is batterijken opladen, chique dingen. Hoor. Genieten. Weet je al op welk festival dat je zou staan als je morgen terug mocht? Begin juli doen we Werchter. Okay, dat ligt allemaal bijvoorbeeld, ja. Ja. Dat is nog maar over 4 weken eigenlijk. Hè. Ja, dat is niet meer zo lang. Dat is zo in bubbels nog. Hè? Dat is nog in bubbels. Ik heb dat gezien. Ik heb je de laatste keer op Werchter gezien. En dat was ook wel top. De corona? Twee jaar In de tent toen. In de tent, ja. Want dat was het jaar dat ik had eigenlijk... Het was veel te warm, ik wou niet in de tent gaan. Maar zei, voor een toerist... Ik ben er één keer in de tent geweest dat jaar, en dat was voor u. En ik weet nog, toen dat de Raymond van het Groenewoud het podium opkwam, dat was ook wel een heel graaf moment. Ja. Die wordt wel heel gerespecteerd, ook in Vlaanderen. Hè. Ja, precies. En ook zo dat tak eraf. En, dat was echt een waanzinnige show. Ja. Dus ik was blij dat ik toch de tent ben ingegaan. Ja, en het volle borst meezingen met Koning Liefde en Horizon. En, dat is altijd magisch. Hè? Hoe is die kracht als ze dan staat op een podium en dan 5, 6, 7, 8.000 mensen
roepen die woorden zo naar u, bijvoorbeeld de koning liefde, wat geeft dat? Weet je wat ik dat kan vergelijken? Soms, tijdens een match, trekt op niks, het is een dode paar minuten, begint er zo een te roepen, come on you Reds, begint er een tweede te roepen, come on you, en iedereen begint zo door elkaar te roepen totdat dat aanzwelt. En eens loopt de hele tribune, come on, you're right. Dat is een muur van geweld, voor niks. Hè. Dus al die spelers kijken, oh, what the fuck gebeurt er eigenlijk? We zijn toch niet gewoon presteren. Maar dat is zo magisch, vind ik een van de leukste dingen op de tribune. Die muur van geluid die wij creëren, dan voor niks. Mm-hmm. Dat iedereen kijkt van, waarom? Ja, dat is kiekenvel. Hè. En dat is zo'n beetje dat. Maar tijdens een match zeg jij één van de supporters, ja. Maar op een podium zeg jij... De ceremoniemeester, zeg jij. Ja. Dan komt dat nog harder naar u toe. Dan komt dat nog harder, ja, dan denk ik een van de spelers. Hè. Die het mag ontvangen. Profiteerde jij dat soms op het podium om zo... uw macht te gebruiken, zal ik zeggen, over het publiek. Van laten meezingen en zo. Het publiek zou sturen. Zo slecht woord, ja. Ja, ik denk dat ik van alle grote artiesten die er zo wat zijn, degene zijn die dat minste doen wel, denk ik. Ja. Dus je zegt van een naar links, een naar rechts, een naar alle. Ik doe dat wel, maar... Alle ratten buiten. En ook niet, ook niet te veel. De provincie is altijd wel, hè. De wat? De provincie is ze altijd wel. Die vond ik wel altijd. Dat vind ik altijd wel plezant om te weten. Omdat die van Antwerpen willen ook altijd het hardst. Ja, die willen altijd... wij zijn hier, ook al zien die mee. Veel in de minderheid gaat die toch het hardste worden. Ik van Limburg roepen 3 minuten later. Hier zijn we. Ja. Waar vlaag ik op? We zijn er ook, hè. Ik heb sowieso op de Gentse feesten geweten dat je daar optrad. En dan ook zo zijn hier mensen van Antwerpen, die net er geen Oost-Vlamingen waren, dat er niet meer Antwerpen waren, dat er aanwezig waren. Ja, dat is ook zo graaf, want dan... Dat is gewoon zo graaf. Het publiek is van ons. Gent is even van ons. Altijd genieten. Mm. Misschien ben ik wel de geknipte persoon om zo eens een van mijn grote frustraties aan te pakken. En ik ben niet alleen, denk ik. Maar in het liedje When the Reds Go Marching In, wordt er op een bepaald moment gezongen. And I Want to Be. In that number. Of in the suburb, of in the summer. Jawel, dus er worden zoveel foute versies gezongen. Dat is wel zien. Entropy is unbelievable. Ja, entropy is on the ball. Saint-Tropez, carnaval, through your call. Geef de pijs op die bal. Voilà, dus al die fout gezongen is er een manier dat we dat kunnen rechtzetten. Misschien met een geoefende ceremoniemeester. Goh. Nee, maar vroeger was er zo'n website waar alle leekjes op stonden. Ja, dat is lang geleden. Ik denk dat het er niet meer is, maar dat is wel een interessante jongen. Dat mogen terugkomen. Want we willen natuurlijk geen fake toestanden met megafonen en voorzingen. We willen geen trommels. Maar absoluut niet. Ik zou toch graag dat juist hebben. ik vind dat juist zo de charme ook wel. Ja, dat is ook wel. Dat is zo wat Ben onlangs vertelde, zo... Met de mars, met de fanfare. Eerste strofe dat iedereen nog wel kent. Ja. En dan komt het refrein, en dan zijn we met z'n allen bezig. En dan het tweede refrein kent niemand. Maar naar het einde toe... En dan is iedereen terug vertrokken. Dat is ook altijd een heel goed moment. Ja, ik vind dat wel graaf. Hey, onlangs, voor de finale match, de bekermatch, hebben we een match op Kortrijk gespeeld. Ik heb dat video ook gezien van helemaal op het einde. Dat die supporters ineens een nieuw leken inzetten. Jongen. Wie was dat? Hoorde jullie dat? Die waren elkaar aan het knuffelen toen. Dat was de Bobby en ik. Wij kenden elkaar voor de podcast eigenlijk alleen maar van ziens. Maar toen op Kortrijk na de match zijn wij in elkaars armen gevlogen. dat was Hiding in the Bushes, waarschijnlijk over Brugge. Ja, dat is op Brugge gelanceerd. Dus een paar weken ervoor. Dat zijn een paar gasten van Buske 14... Gisteren uit de Great Old dat er mee afkwamen. AD14, Enter Dynamite of? Ja, die hun supportersclub, de Buske 14, dat is niet alleen Enter Dynamite. En die waren daar op de tribune aan het zingen en wij stonden met ons hoopje er zo wat achter, dus wij ook meedoen. En dan Toopje er niffen, die ook mee. En dan begint dat zo op verplaatsing er al in te komen. En dan is dat een kwestie van volhouden. Hè. Zo graaf. Ik denk dat een van de nummers geworden in augustus. Dat kan toch niet aan? Ja, dat was het voorbij... Het seizoen dat we niet hebben kunnen afwisselen, is er al wel... Dat is zo'n liedje dat ze Brugge altijd zingen, hè, op dat melodieke. En dat was eigenlijk zo de reactie erop. Ja, ik vroeg me al af van waar dat kwam. Dat was die match waar Van Aken die spookgoal maakte. Ja, ja.
daar. Ja, want toen het nummer van Brugge, dat waren die aan het zingen. Jij stond toen ook juist achter ons, hè? Dus ja, ja, ik was, jij moet dat ook redelijk rap mee hebben opgepikt. Ja, maar ik ben tegen geweld en tegen dat. Maar dat ging niet over geweld. Maar ik wil zeggen, je moet dat toen ook redelijk rap gehoord hebben, want jij stond toen niet zo aan ons. Dat is zo, dat is zo. Maar ik, ook zo grappig. Hiding in the bushes, hiding in the trees. Dat is echt zo goed gevonden. Echt zo, ik heb daar niet gestopt met heel tijd blijven zingen. Marta werd zot. Ik pakte die kleine mannen vast, die waren ook helemaal hyped. Wat gebeurt er, papa? Ja, hiding in the bush. Fucking. Nee, dat mocht ik dan niet zeggen, maar dan. Hè. Super graag. Een maat van mij, zijn dochterke van 7 jaar, die zingt dat ook mee. Zo geen idee wat hij is aan het zingen, maar blijkbaar die vader daar ook zoveel thuis aan het neurien en aan het zingen geweest. Ja, dat is een slaapliedje ook. Het slaapliedje daarvoor was dingen. Wat was er op euro, ik weet het al niet meer, waar dat die Ieren mee zijn afgekomen. Don't take me home, please don't take me home. Ook een boom van een hymne, ik hoor er ook heel graag. Dus dat was mijn slaapliedje en nu is het Hiding in the Bushes. Is, als ik er een moet in slaap doen, dan is het high. In the trees. Dat is slap. De Hans heeft ook nog een goede voor sec, dat we... Ja... I wanna have sick on the pitch. No one moves his body. Maar je ziet, aan mij is er geen muzikaal talent verloren gegaan. Hè. Maar dat moeten we er toch door krijgen volgend seizoen. Ja, dat wordt ook een hele schone, ja. Want wij zijn allemaal aanhangers van het seksisme. Ja, ja. Hopelijk het blijft hem, hè. Toch? Ja. Is dat sowieso. Ja, de vorige aflevering het over gehad, dat we denk collectief hopen dat het een nieuwe clubicoon wordt en er nog jarenlang blijft. Maar het is natuurlijk ook een speler waar je nog wel serieuze meerwaarde op kunt maken. Dus als de club economisch en financieel denkt, dan zal hij wel vertrekken. Maar wij hopen, wij moeten er geen rekening mee houden met die centen, dus wij hopen dat hem... Transfermarkt heeft vandaag de waardes aangepast van de Antwerp. En Sik is 2 miljoen, gestegen naar 2 miljoen. Appla. Van 25.000 euro naar 2 miljoen. Oh, shit. Ja, dat is wat ze betaald hebben, hè, die 25.000. Ja. Dat zal misschien meer waard geweest zijn. Ja, over iconen gesproken... Dat is toch, die Richie is toch niet normaal. Ik ging vragen, wie van de huidige kern is zo... Draagt je wel een warm hart toe of zie je graag spelen? Ja, ik zie er heel veel graag spelen, maar Richie, ja, die is gewoon, dat is een Antwerp supporter. En ik weet om een of andere reden, heb ik die periode heel bewust meegemaakt, dat hij is vertrokken naar Engeland van bij ons. Dat is niet per se dat er bij mij thuis een gazet kwam, maar als ik er aan in vast zat en de sport open deed, ik had dat toen wel gelezen en dat is mij altijd bijgebleven. En voilà, dat was altijd een hoop. Elk gesprek dat ik met iemand over de voetbal of over de Antwerpen aanvatte, begon ik erover van, ik hoop dat die gast een carrière bij ons afsluit en ons naar eerste gaat brengen terug. Hè. Ja, supergraaf dat hij dan uiteindelijk echt is gekomen. Mm-hmm. En ik keek er lang naar uit. Ja. En dat hem zijn draai heeft gevonden in een van de steunpilaren is geworden. Daar had ik even schrik voor, na zijn leenbeurt aan ons dan, nog voor het hem definitief kwam. Ik vond hij toen niet zo geweldig eigenlijk. En het leek zo dat dat zo echt op een teleurstelling ging draaien. Want ik was een van die mensen die dat altijd keihard had geholpen. Van, die komt terug. En dat wordt ambiance. En de Hans ontdekt hoog-laagtafels. maar ja, ik vond dat dat op sportief vlak wat tegensloeg. En de club zat dan ook van, we gaan er niet verlengen. En dan denk ik van, was het dat? Kwam die toen van Melbourne? Of is daarna is hij naar Melbourne gegaan. Die was toen uitgeleend door Aston Villa. Maar uiteindelijk, vorig seizoen ook, dan zat hem eigenlijk ook op de bank, totdat hem op links moest gaan depaneren. Ja, het centraal van achter was hem dat een half seizoen dan niet al te best, vond ik zelf. Ja, en dat seizoen stonden Hoed en Arslanagic erin, centraal van achter. Ja, dat is waar. Maar hetzelfde eigenlijk met Van Damme. Hè. Ik weet nog, de eerste match van Jelle Van Damme, dat was ook... We waren er allemaal wel op aan het roepen. Ik denk thuis tegen Standaard en dat hij diep in een 2,5 is ingevallen, denk ik. En dat we ook zo... Oh, zit Van Damme er dan? Maar dat was ook niks. Maar die kwam dan ook van... Nou, toch denk ik een mindere competitie zijn dan in Amerika. En dat die toch, Richie, ook even terug die een drive hebben moeten vinden van... Wij hebben zelfs luisteraars in L.A., hè, dus pas op wat je zegt. En ook echt fans van L.A. Galaxy. Ja, maar is dat toch... Ik heb geen verstand van MLS, maar is dat niet een mindere competitie dan de Belgische? Ik heb dat vroeger nogal goed gevolgd en ik vond dat eigenlijk zo gelijkaardig aan de Belgische competitie, maar dan minus de topclub, zal ik zeggen. Ja, zo het betere Belgische voetbal, maar niet het top. Die zijn wel hard aan het groeien, die zijn minder hanteren op vedetten en meer Zuid-Amerikanen aan het binnenhalen en zo. Mm. Want nadien is Van Damme echt wel een steunpilaar geworden. Dus ik denk toch, hetzelfde met Richie, dat die even terug hebben moeten wennen aan de intensiteit. Belgisch voetbal is zeer
hard en heel erg gericht op contact en verdedigen. En... Nog zo van die gasten die... Ik was wel fan van Refailov ook eigenlijk. Ja, die zou ik ook wel graag spelen. Die is een stylist op shoes. Ja, echt wel. Een artiest. Jukleurut. Die zijn ook zo een. Die zijn alle twee op een voze manier weggegaan. Ja, eigenlijk. Ik wou zeggen, ook spelers die, die niet gehaat worden door het bestuur. Ja, echt. Ja, een Bocani uiteindelijk ook. Daar was ik in het begin heel twijfelachtig tegenover. Ik dacht van, shit, wat komt hij nog doen op zijn leeftijd? Maar uiteindelijk moet ik toegeven dat hij toch wel veel betekent of zo. Hè? Voor de ploeg. Sowieso een legend, denk ik. Meer dan 30 matchen, dus dat is een legend. Ja, maar ik wil ook zeggen, los daarvan. Ik denk, na Fraser Campbell, de beste spits dat ik in rood en wit heb gezien. Ik bedoel de periode na Fraser Campbell of onder Fraser Campbell? Nee, sinds Fraser Campbell. Oké. Ja. Fraser Campbell was geen Mbokani, maar dat is wel zo de laatste spits dat ik zei van, wow. Dat was ook, ik was toen 16 jaar, dat was... Hij ook. Dat zijn al uw helden. Maar zelfs... Wij komen dan ongeveer uit dezelfde periode. Ik denk zelfs in Mbokani, als je die naast een Severijns of naast een Tscherniatinski legt, denk dat hij die zijn voet wel kan naastzetten. Ja. Of, dat waren ook goede spelers, hè, Severijns en Tscherni, maar volgens mij is Mbokani toch minstens als spits even straf, denk ik. En wie is zo uw all-time favorite? Dat gezicht. All-time favorite? Ja, die Antwerp speler, dat is het voor mij. Nee, dat heb ik niet, denk ik. Nee. Ik weet nog, toen ik heel klein was, dat maakte dan altijd een indruk, dat bleef bij, waren onze spelers die naar de Belgische ploeg gingen, de Sisse, de Smit. Dus die stond wel in mijn geheugen gegrift. Maar daarna, die spitsen die altijd in de schijnwerpers komen te staan, hè, zoals een Pivaljevic. Die was dan ook even de man. Goed zelfs. Goed. Ja, Patje Boemboem, ja, sowieso. Zeker. Ja, en uiteindelijk, de Dekker. De Dekker kon ik ook wel appreciëren. En nu, ik wou mijn lijstje nog even rondmaken. Ja, ook heel erg fan van Aroun. Topper. Ja. Ook naast het veld, hoe dat hij de pers aanspreekt, et cetera. Ik snap wel dat hij een kapitein is. En Lam Kelzee, uiteindelijk hoop ik ook wel dat hij mag blijven. Ja. Moet ik toegeven. Ja. Controversiële uitspraak. Hij zit weer in Nice voor de moment. Hè. De laatste keer dat hij hem er zat, was dat... Is dat zo? Ja, hij zit in Nice met Darling. Maar de laatste keer... dan zat hij er met Nando Nusslinger voor zijn contract. Dus ik hoop dat hij op tijd terugkomt wel deze keer. Ja, die hebben een heel goede charme-manoeuvre gedaan. Ik kan nu al zeggen dat hij niet op tijd kan terugkomen, maar hij is de laatste drie keer ook niet op tijd teruggekomen. Dus. Nee, die mag dat. Die gaat dan weer terugkomen en zeggen, ik wil een beter contract, dan strijd ik niet. En dan hup, heel dat spel of neef. Ja, die hebben een goede charme-offensief gedaan. Ik weet niet meer in welke krant of... gazetje, dat was waar ze zijn situatie helemaal hebben uitgelegd. Er waren een paar mensen uit zijn omgeving die over hem aan het praten waren. Ik weet niet of je het hebt gelezen ook. Dus, ik denk dat hij in humo heeft gestaan. Ja, of in een humo, ja, klopt wel. Dat werd wat omkaderd, zijn gedrag. En inderdaad, je kunt het dan een beetje beginnen plaatsen. En, voilà. Nee, ik ben er fan van. Ja. We hebben dat al een paar keer in de podcast gezegd. Zonder Lam Kelzee wellicht geen... Geen play-off 1 en geen Europees voetbal. Nee. Je kunt er heel veel van zeggen. En ja, die zotte kuren bij momenten. Mm. Maar ik kan wel onwaarschijnlijk ballen. Echt, hè? Gewoon van het seizoen gemaakt. Ja. Ja, bij mij, ik was om kotsbeu na die match in Brussel tegen AZ, denk ik dat was. Ja. Dus dan denk ik dat voor iedereen daar een beetje de druppel was. Iedereen was hier wat beu, maar... voilà. Ik kan het toch maar en dat doe ik het toch maar, hè. Toch weer typisch iets voor een ploeg als Antwerp, dat dan zo, die speler het dan toch uiteindelijk doet. En... Maar het is ook gelijk wat Richie zei, bij ons kan het nooit eens normaal gaan. Hè. Ja. Allee, als je ook ziet, na het jaar dat we gepromoveerd zijn tegen Lommel, wie had ons nog een frank gegeven voor de match? Bompa gaat weer spreken, maar de Europese campagne van Wembley, hoe dat we daar door zijn geworsteld... Dankjewel, Thomas. Thomas brengt hier nog een drankje. Hoe dat we daar destijds zijn doorgesparteld, dat is ook weer typisch Antwerps om er eerst bijna uit te gaan tegen Noord-Ierse turnleraars en taxichauffeurs. Om dan uiteindelijk Boekarest en Spartak. Ja, en dat is altijd. Ik heb nooit anders geweten dat wij zo
Als we een zaak konden doen, deden we het vaak niet. En, ja. Ik vind dat wel, langs de ene kant, comfortabel om vanuit die underdog-positie altijd naar andere ploegen te gaan. Want je blijft dat toch wel een subtopper. Ik hoef niet bij die top 5 uit de eerste klasse te zitten. Hè. Er zijn er maar 5. Oké, er is maar 1 en nummer 1. Hè. Er zijn er 5 grote, er is maar 1 en nummer 1. Laat het daarbij of zo. Dat hoeft voor mij niet. En dan, laat ons die underdog behouden. Alhoewel dat ik het ook wel eens wil meemaken om de ploeg te zijn. Hè. Voor een paar seizoenen lang, maar... Ja, en zo Champions League te spelen. Stel dat dat zou lukken. En dit jaar hebben we en Mourinho en Steven Gerrard op de Bosuil gehad. Maar stel je voor dat zo... Messi zal tegen dat misschien wel niet meer voetballen. Maar zo dat soort charos dat hij op de Bosuil komen spelen. Ik zou dat wel graag vinden, toch? Ja, sowieso. Maar ik denk dat ook is door ons verleden, door al die miserie die we gekend hebben, dat je dat maar eerst echt naar waarde schat. Ja. Je ziet dat zo van die ploegen bij Anderlecht. Als ze eens 5 seconden geen schone voetbal spelen, dan is dat publiek daar ontmorren. Ja. Onderweiler kampioen gespeeld met slechte voetbal in hun ogen. En die titel telt niet voor hun. Ja, dat dat gaan we pas al nooit meemaken. Hè. Nee, dat is gênant. Klein zijsprongetje, maar ik heb niet zoveel matchen gezien. Bij andere clubs gaat er natuurlijk niks mee te maken had, maar ergens in de najaren van het beveren met de Ivorianen, dus die periode, zo niet de topperiode. Zwart, Beveren speelde op Anderlecht en Anderlecht was al kampioen. En uiteindelijk wint Anderlecht daar met 8-1 of zo. Maar de eerste 10 minuten of zo was het nog 0-0 en dan was er ook geen sfeer, maar niks. Die waren juist kampioen gespeeld. Ik stond in dat sfeervak en er was gewoon echt niks te beleven. Wat deed je in dat sfeervak? Ik had abonnementen van een kameraad. Oké. En met mijn toenmalige vriendin, die wou ook wel eens naar aan het licht van zien, heb ik meegegaan. Dat is het zijsprongetje. Dat was, ik moet het opzoeken. Ik denk dat dat ook een van de eerste match van een Mbokani was. Want een Mbokani is gedebuteerd bij Anderlecht en dan nog standaard gegaan, denk ik. Of is het andersom? Zwat. Zijsprongetje. Maar ik vond dat echt... dat was de eerste keer dat ik bij een andere club was dan in Antwerpen. En ik dacht dat dat overal was, zoals het in Antwerpen. Maar daar is mijn vraag wel van, dit is dan de topclub van België. Net kampioen gespeeld, de eerste thuismatch na hun titel, want dat was op RWDM. Dat weet ik nog, dat die kampioen... Of Brussels toen. En dat was dan echt een grote teleurstelling. Dus toen is mijn vraag wel van, de ambiance is echt niet vanzelfsprekend. Het dieptepunt vind ik de Rode Duivels. Als je daar naar gaat kijken, dat is echt... Dat heb ik een paar keer gedaan. Dat is... Wij zijn dan nummer 1 op de wereldranking met de Rode Duivels. Maar als je daar naartoe gaat kijken, dat is echt... Dan vind ik het thuis nog beter. Ik vind dat ook heel beschamend dat die dan hakka doen. Dat is zo een Nieuw-Zeelands traditioneel gebruik, waar ik dan keiveel respect voor heb. En dan gaan de Belgische supporters... Echt, doen dat? Hakka doen. Maar iedereen heeft dat overgepakt, hè? Niet alleen de Belgen, denk ik. Hè. Ja, dat kwam er overal tegen. Ik heb het nog niet meer de Belgen gezien. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat... Wat was dat die andere dan hakka? Die in... De Viking? Nee. De hakka is zo die... De Belgische fans doen dat. Ja, ik heb ze in Rusland gezien en daar waren die dan aan het doen. Je hebt dat in levende lijven gezien. Ja, ik stond zelf op dat plein en dan ben ik doorgegaan. Dus jij als supporterscultuurfan, jij gaat naar het WK in Rusland, maar jij ergert je dan aan je eigen landgenoten? Ja, maar dat was per ongeluk dat hij er speelde. Oké. Ik had ticketten gekocht zonder te weten wie dat er zou spelen. Okay. En dat bleek dan België-Engeland, die match dat we niet mochten winnen. Ja. Maar dat is ook chance. Je hebt er geen match gezien dan? Je hebt ticketten gekocht voor die match zonder te weten wie dat erin speelt. Heb jij er iets mee, met andere voetbal behalve Antwerpen? Nee, weinig. Weinig. Ik kan, Champions League zet jij niet op, bijvoorbeeld? Nee, als dat toevallig opstaat of ik zit bij iemand dat ze op, dan kan ik ervan genieten. Hè. Maar ik kon dat niet opzoeken. Hè. Nee. Ik ken en dan ook omdat hetzelfde. Heel lang was het Spaanse voetbal heersend, denk ik, dan in de Champions League. En dat spreekt me helemaal niet aan. Engels voetballen zien we nog wel liever. Of, hè. Eigenlijk enkel Engels voetballen, al de rest spreekt me veel minder aan. Ja, en andere ploegen of zo, andere Belgische ploegen, eigenlijk ook niet. Hè. Ik kan dat niet, als een Antwerp niet speelt, dan volg je dat niet echt. En de EK dat eraan komt? Ja, dat gewoon ik wel. Nu is het weer een raar jaar, dus ik heb nu pas vernomen dat ze zaterdag al beginnen eraan. Vrijdag zelfs. Of de vrijdag Of de Belgische zaterdag. Belgische zaterdag.
Maar het is weer zo'n raar jaar. En dat moet toch altijd bij die Belgen hetzelfde zijn, dat wij zo'n heel gemakkelijke poelen hebben of gemakkelijk tegen. Ik kan er ook niet tegen. Weet. Ik vind dat ook niet interessant. Je weet dat je gaat winnen, dan vind ik dat ook niet meer zo leuk. Hè. Dan wacht ik totdat de grote ploegen er komen te staan. En dan winnen we of met chance of we krijgen toch terecht op ons doos. Ja. Voilà. Had er ietsje erbij moeten zijn voor u? Ja, ik vind van wel. Dat is een momentopname. Je bent niet ik weet niet wat aan het bouwen. Het is een momentopname, het is een toernooi. Waarom ga je niet voor je beste ploeg, best mogelijke ploeg? En los van sentiment, omdat dat ene van ons is, maar ook echt sportief. Ja, ik wil winnen. Iedereen wil toch dat toernooi winnen. Zwart welke kleur dat je nu zelf van ploeg. En dan ga je toch met je best mogelijke ploeg. En ik weet er dan ook niet veel van, maar dat is dan wel sentiment. Richie is een beste, hè? Ja, ja. Maar ik lees het dan wel dat hij effectief een van de... Of dat hij er zeker zou kunnen meedraaien. Dus dan snap ik niet waarom dat ze dat niet... Had wel heel dan... cool geweest. Toch? Allee, Richie die zo... Richie, ja. Hey, die ging er benen breken, man. Dat ging, ging graag worden, hè. Ja, dan zou ik de Raja ook moeten terughalen. Ik denk dat hij wel een schoon duo had kunnen zijn over de plaat. Echt wel, ja. Die elkaar wel verstaan. Die Engelsmannen zouden niet graag tegen ons komen staan. Die kennen die dan. En een buitenlandse club waar je dan wel volgt? Of ook niet? Nee, vroeger was ik natuurlijk fan van Manchester, omdat die dan gelinkt waren aan de Antwerp. Dat is grappig. Ik ken veel mensen zo. En ik heb dat zelf ook een beetje. Allee, het feit dat die gelinkt zijn aan de Antwerp, maar ook de Champions League in 99, 2000, was dat zeker. Dat was ik nog, ja. Dat heeft zo mijn halve... fandom van Manchester United. Maar ik hoor veel Antwerp-fans die ook zoiets hebben van oh ja, natuurlijk, voor United. Ja, fans. Ja, ja. Dat is grappig. Je moet hem ook linken aan een club en je zit daar dan blij op. Dat is ook rood en wit. Paul Bissio kon er zo sappig over vertellen. ik ben fan van die gasten. Ik vond ook een heel mooie periode met hem erbij. Zo. Ja. Paul, het komt altijd zo schoon het liggen. Nee, Manchester, ja. Oké. Okay. Maar nu niet meer of vijf? Nee. Dat is wat iedereen, Engelse ploeg, ik zie ze graag. Okay. Ja. Toen was een vrouw van Ollegericht, ik weet niet meer. Ik heb de hele voorkeur of... Ik heb zo een hele tijd heel intensief Forest Green Rovers gevolgd. Je weet wel. Ja, dus, ik heb in de club, dat is een Engelse club, die speelde altijd op het vijfde niveau. Maar die zijn overgenomen door een heel rijke hippie. En die is er zo een... De mof, wie nu de watertanden? Ja. Ja, die is er zo een commercieel vehikel van aan het maken. Dat is echt zo een reclame stunt aan het worden. In een stadion kun je nog alleen maar vegan eten krijgen. Hola. En die bedoelt het allemaal goed, hè, maar die heeft zo de clubkleuren veranderd, het logo veranderd. Oei. Een hoop van mijn maten mogen niet meer binnen, omdat die... kritiek hebben op de club. Dus... Omdat die met een worst wou binnen. Ja, ik ben zo... Die zijn dan gepromoveerd naar de voetballeague. En daar was ik nog bij, want dat was op Wembley en een dag buiten en kei plezant. En dan ben ik nog op de site van een BBC beland, omdat ik er helemaal van voor stond te jagen. Maar ja, dan is er zoveel veranderd met die club, dat ik zo... Ja, en dan ging het ook zo goed met de Antwerpen. Daarvoor in tweede klas denk ik, ik kan eens een weekendje naar Engeland, maar nu wilde gewoon niks missen. Ik ben dan ook geëngageerd in een supportersclub, dus op verplaatsing probeer ik dan wel altijd bij te zijn om alles te regelen. Dus, Heb je die matchen van de Antwerpen over zee dan telkens gevolgd? Bristol heb ik meegedaan, Luton, Birmingham en Nottingham. Ah. Dat was altijd wel een groot feest. Amai. Die YouTube-filmpjes zijn niet normaal. Hè? En dan hoe dat die Engelsen erover praten als die aan het filmen zijn. Ja. What the fuck is this, man? Ja, ik ken ondertussen... Ik reis heel veel, ook voor voetbal. En je leert zo mensen kennen. Ik ken wel heel veel Bristol-fans en Luton-fans. En die zeggen dat allemaal... Dat was waanzin. Dat is het zotste dat we gezien hebben. Ja, wauw. Dat is spijtig dat we dat nu niet meer doen. Dat zou een jaarlijkse traditie moeten zijn, eigenlijk. Hè? Ja, maar we hebben nu Europees voetbal. Hè? Ja, dat effect zou veel minder zijn. Daar gaan er geen 1000 Antwerp-fans naar Engeland rijden. Dat geloofde toch zelf niet. Naar Engeland. Ja, iedereen houdt van Engeland bij ons. Weet. Ik denk dat nog altijd stapvol gaat zitten. Maar je weet, als je weet dat je in augustus twee Europese matchen, volgende matchen, en dan nog groepsfase in september... Dan moet je weer chance hebben dat je leuke clubs tegenkomt. Hè? Een chance dat je een goede vrouw kan hebben die dat toe had. Ook al, ja. Voor een vriendenmatch naar Engeland, €500 de deurtjassen. Voor sommigen is dat geen probleem. Altijd wel legendarisch, inderdaad. Ik heb alleen Nottingham gedaan en ik vond dat het meest... frappant wat je er aan onthoudt, is de reacties van de lokale mensen die echt zoiets hebben van mannetjes, het is een vriendenmatch. Dat is er gewoon aan het doen. En Nottingham, een week voordat wij kwamen, hadden die Galatasaray gehad of zoiets. En die kunnen zei, er nogthans toch ook iets van? Maar die zijn echt van...
ja, die waren niet zo zot om even onder Engeland te rijden natuurlijk voor een vriendenmatch. Dus die hebben we weggeblazen. Mm. Tof, hè? Ik heb een paar vragen ook van luisteraars op Twitter. Er zijn er een paar die een vraag hebben ingediend. Komt kort trouwens. De Patrick Vincent, ook een Antwerpman en iemand die actief is in de media, zal ik het samenvatten. Die vraagt u wie dat er in uw all-time RAFC in tweede klasse ploeg staat. Dus die lange periode in tweede klasse, welke spelers onthoud je daarvan? Ja, ik heb hem al een paar keer aangehaald. Het is ook dat jaar dat ik Wij zijn gered heb geschreven, 2008, en dat was King Darko. Mm-hmm. Ja. Ja. Verbiest heb ik ook horen noemen. Allee, in een nummer. Ja, Schiller vond ik dan ook wel heel chic. Zit Groeftjes ook niet in dat nummer? Nee. Of is dat Ogin? Nee. Verbiest, ik moet echt op zoek naar de allereerste versie van dat nummer, want volgens mij... Jij gaat het beter weten. Argentina for the Red Army. Ah ja, voilà. Ik wist zelfs niet meer wie dat was. Dat is toch voor Argine? Ja, want toen was er altijd in het publiek, dat weet je nog, zo'n Argentijnse vlag. Dat is super graag. Voor City daarna. City, man. Nog zo'n mannen van tweede klas? Niet per se. Grap vergeten. En er wordt ook gevraagd, een beetje een stiekeme vraag. Zijn er BV's die stiekem bekennen aan u dat ze supporter van Antwerpen zijn, maar dat niet aan het publiek willen zeggen? Nee. Ik denk, iedereen is er trots genoeg op, denk ik, om ervoor uit te komen. Ik ken er geen enkele die dat verzwijgt. Nee. Alright. En dan even kijken, goeie vraag. Kun je, of dat je weet wat Ed Sheeran heeft gedaan bij Ipswich Town? Nee. Binnenkort zie je op de shirts van Ipswich Town Ed Sheeran staan. Ah, nee. Ja, dan heeft, ja. Dan is een soort van... Sponsor. Ja, shirt sponsor. Dat is een boyhood fan van de club. En die zit wel in slechte papieren ook. Ed Sheeran heeft rad op de borst prijken. Ah, ja. Is dat iets wat u inspireert? Ja, eigenlijk wel, maar... Ook eens aan Martha vragen misschien. kunnen we ons huis kopen en dan... Ja, investeren. Hè, ik bedoel. Investeren. Maar er mag iets anders komen dan Gelamco. Hè? Dus ik denk toerist. Ja, toch? Dat zou wel. Ja. Toeristico. Toeristico. Een vastgoedbedrijf oprichten. Hopla. Ja. Maar die verdienen niet meer, die mannen tegenwoordig. Alles... Veel te weinig. Ja. Alright. Laatste vraag, maar daar kunnen we misschien nog langer over praten. Welke verwijzingen naar Antwerp zit er in uw nieuwe album? Oh ja. Dat is een beetje de Erik van Looy vraag natuurlijk. Erik van Looy had ook al gevraagd van een nieuwe film. Wat er dan gedaan? Maar veel, hè. Robin Bront heeft dat ook. En Jeroen Perceval doet dat toch geregeld. En, Tom Waas, denk ik ook. Ah, voilà, ja. Dus er twee... In het eerste nummer, in Amis, spreek ik over, dat is een liedje over waar ik allemaal vrienden aanhaal die in heel verschillende situaties zijn. Eentje gaat dan over de tribune, waar ik met iedereen samen zit. En dan zeg ik ook dat ik vrienden heb op een verkeerde tribune, dat is dan in een verkeerd stadion. En dan in Bal aan de voet, waar ik zeg dat ik gewend ben om dingen te incasseren, want ik ben supporter van The Great Old. En dat refereert dan naar onze zotte periode in de tweede klasse, waarin dat elk jaar emotionele slag was. Hè? Ja, op een manier blijft dat toch dieper hangen of meer in de kleren hangen dan de periode dat wij nu meemaken. Hè? Ik wil zeggen, als we over 20 jaar terugkijken, dan hebben we misschien meer emotionele gevoelens bij die periode in tweede klasse dan die succesperiode. Ja, wij gaan nog een beetje kunnen vergelijken met de periode daarvoor, maar je hebt heel veel jeugd. Die dat nu hebben meegemaakt. En ja, als je jong bent, dat zijn je eerste indrukken, die gewoon toch echt erg blijven hangen. Dus dat klopt wel wat je zegt. En ik blijf dat altijd herhalen. Heel veel respect. Ook Hans, jij bent er echt pas bijgekomen. Van het moment dat die ploeg de dieper ging zat. Maar dat was niet mijn schuld. Hè? Dat was toeval. Hè? Ik link het een niet aan het ander. Maar ik vind dat heel chic dat er gasten zijn die nu
half de 20 of eind de 20 zijn, die alleen maar de slechte periode hebben geweten dat Antwerp een middenklasser was in tweede. Veel erger is de periode die er nu aankomt, dat je jonge fans hebben die alleen maar de succesperiode hebben meegemaakt. Maar, en dat wordt heel frustrerend om mee te praten over een paar jaar. Dat te zeggen van, oh, we zijn hier maar derdes. Nee, maar hetzelfde, want ik heb het straks gezegd, af toerist, dat je rond de 16, 17 even zo wat... Maar bij mij was dat hetzelfde. Ik ben echt gekomen dat de Antwerpen in 87, dan werd dat zo. En dan 5, 6 jaar was Antwerpen een topploeg. En dan werd ik 16 en dan begon die slechte voetbal. En dan moet ik ook zeggen van, ja, ik mocht toen kiezen thuis. Of ik ga naar de Antwerpen die slecht speelde en dat deed zeer aan mijn ogen en aan mijn hart. Of ik mocht voor de eerste keer met de maten gaan uitgaan. En dan koos ik ook dikwijls wel voor het uitgaan. Dus ik snap wel... Dus eeuwig respect voor mannen die nu zo, die alleen maar die slechte jaren en verliezen, Bosse door komt, altijd gevaarlijk zo. Ja, ik vind dat chapeau, dat gaat toch die liefde voor die club. Ja en vooral opbouwen. En vooral naar Bosse door gaan. Ja, maar dat was Falk Plezant, ik heb ze een jaar geweten. En dan mochten de vrouwen mochten gratis binnen. En dan een paar maten van mij een pruik opgezet. En aan de loket, ga jij dan zeggen dat ik geen vrouw ben of wat? In plaats van Antwerp. Riet ticketje mee en gratis naar binnen. Zo. Top. Zeg, zouden het ooit overwegen om iets met clublied te doen? Maar die vraag krijg je dikwijls. Nee, ik denk het niet. Nee, hoor. Te speciaal. Clublied, ja, het staat er. Het is wat het is. Ik hou dan ook gewoon heel veel van die nostalgische, die melancholische elementen die er nog zijn, die traditie die er is. En ik denk dat heel veel jongeren ook heeft aangetrokken om voor Antwerpen te gaan supporteren, ook al waren wij een sukkelploeg in tweede klas. Omdat dat gewoon, ja, dat ademt Antwerpen uit. Hè. Mm-hmm. Iedereen klapt er plat, je ziet er tussen gelijkgezinden. En dat spreekt gewoon heel veel volk aan, zeker in tijden waar de stad helemaal aan het veranderen is. Die zei, globalisering, dat wordt een super diverse stad. Zo die oude Antwerpse cultuur, die is er nog wel, maar die is ook aan het verdwijnen. Dus dan zijn ze van die iconen en statuten als de Antwerp. Iets waar heel veel mensen van houden, denk ik. Right. Merk je dat ook? Dat die stad is... multicultureel aan het worden, maar dan twee toch niet helemaal, hè? Of zie ik dat verkeerd? Nee, klopt, ja. En, dat is wel jammer, want dat zou ik ook wel tof vinden. En Antwerpen als stad is heel divers in uitzicht, maar op de twee is dat toch nog... of gewoon op de Bosuil is dat wel... Ik vind dat bij ons nog goed meevallen, sorry, ja. Van de Breek. Er zijn wel andere clubs waar een strijdpunt is tussen van haar die kennen. Ik denk dat bij ons niet echt het geval is. En ik denk dat we... ik heb in de club gezeten en het is niet dat er ook niet geprobeerd werd, maar af en toe is toenadering te zoeken tot bepaalde gemeenschappen, maar ja, dat doe ik van twee kanten komen. Ja, natuurlijk. Ja, en ik denk als ik nog... als je zoekt, zal ik zeggen, gaat er zeker... Want ik denk, als ik nu naar mijn rechtse kant draai en naar de Hans kijk, dan ga je zeggen, ja, maar ik ken zeker twee Chilenen en... Antwerp-Blokkos waren oorspronkelijk waarde... Voor Chilenen en een paar andere Zuid-Amerikanen heb je Antwerp Mokro Casuals. Dus die zijn er ook... Een vooraanstaand leider van de Naar de Kern is toch ook anders gekleurd. Dus. Ik denk niet dat onze Naar de Kern racistisch is. Nee, dat zullen er zeker zijn. Ik wil het woord racistisch zelfs niet. Maar ik zou dat tof vinden, mocht er echt zo... Ja, dat is zo. Polen en Serven en weet ik het, dat dat allemaal mee naar de Bosuil zou komen. Ja, kijk, die de Antwerps en de Antwerpse ding, dat moet er dan wel in zitten of zo, denk ik. Anders zou dat ook wat raar zijn of zo. Hè? Mm. Ik vind wel dat dat behouden moet blijven, maar ik ben al heel trots en blij dat er bij ons geen punt is, inderdaad, van die racistische gezangen, dat je dat bij ons niet tegenkomt. Terwijl dat je buiten de provincie toch wel dikwijls hoort van ja, die Antwerpse plogen toch. Hè? Ja, nee, sorry, bij ons hoort dat niet. Misschien op de Beerschot, dat weet ik dan niet. Dat je dat wel hoort, maar bij ons... Ik ben blij dat je dat niet hoort. Nee, ik deel dat gevoel. Ja. Inderdaad, ik denk dat iedereen welkom is, maar we moeten inderdaad ook wel een authenticiteit met zich meenemen. En, ja. Niet geforceerd zijn. Maar ja, natuurlijk, heel Borgerhout, die stemmen nu op Belgische clubs, die stemmen ofwel voor Barcelona ofwel Real Madrid. Ja. Ik ken het. Hè.
Of de Turken voor Galatasaray. De Turken, voilà, ja, voilà. Maar die gooi je niet allee, een flyer in de bus steken, daarop toch niet. Nee. Maar de Bob zijn polen zie ik wel zitten. Ja? Als hij een goede vodka meepakt. Een goede vriendin van mij, die is... Barbara is van Poolse origine, dat is een diehard... Is ze? Diehard Antwerpen. Diehard vodka drinken. Ik zie ook iemand dat pierogi wilt maken voor mij, dus... ik mis dat iets pierogi, nu dat ik niet naar Polen kan reizen, dus... Dat is ondertussen misschien de grootste allochtone gemeenschap in Antwerpen. Huh? Polen. Je herkent die mannen dan dikwijls ook niet, hè. Maar ik zie dat nog wel gebeuren, hè. Polen, rood-wit ook. Ja, ook fanatiek volk. Jij hebt toch wat connecties? Hè? Ja, mijn vrouw is Pools. Dus ik heb mijn schoonbroers ook al meegepakt. Die blijven dan ook hangen, dus voilà. In Polen is het toch echt wel een hele aanwezige voetbalcultuur? Ja, dat zal wel zijn, zeker. Oké, je kunt misschien wat bekeren. Ja, we gaan een stadion moeten vullen, zie je dat trouwens gebeuren. Een stadion van 30.000-40.000 man. Sowieso. Ah ja? Ja. Met de vrouwen en kinderen dan? Als je nu gewoon kijkt van, ik ben opgegroeid in Essen... Daar zit een geweldig grote Antwerp-schare-fans. Meer dan de helft van de voetbalploeg waar ik vroeger speelde, allemaal Antwerp-supporters. Dan ben ik naar Antwerpen verhuisd. Heb ik heel lang Wilrijk en Hoboken in die kotee gewoond. Ook heel veel. Nu woon ik in de Kempen. Ik zie er superveel altijd lopen met Antwerp-truikjes. Wij bestrijken gewoon heel die provincie. En als je... Gewoon in mijn vriendenkring alleen al. Als ik nadenk hoeveel mensen dat willen komen, maar niet kunnen omdat ze geen abonnement vastkrijgen. Ik zie dat... 40 is misschien veel gezegd, maar 25.000, 30.000 sowieso. Het wordt wel zaak om dat elke week te vullen. Hè? Mm-hmm. En daar, ja... Ik hoop dat ze dat in stapjes gaan doen. Inderdaad. Dat je er niet eens 30 zit, maar dat je een tribune zit bijvoorbeeld voor 20, met mogelijkheid tot uitbreiding. Ja, het moet iets speciaal blijven om te kunnen gaan naar Antwerpen. Ja, want als je dan vanaf dat niet meer goed gaat, je draait middenmoot of iemand van onder in de start, dan gaat dat weer terugvallen op 5, 6 of 9.000 harde kern. Ja, misschien wel. Ja. Ik denk dat we dat wel hebben. 12.000 man, ik denk dat wel wat er nu staat. Ja, ik denk gewoon al... Die gaan blijven staan. Wij vier... Wij zullen altijd blijven gaan. Dat zit zo in ons systeem, in ons bloed, in ons DNA, dat wij Antwerp supporter zijn, waar dat die ook spelen. En gelijk ons zijn er toch superveel supporters. Ja, zo zijn er nog, ik zal zeggen, nog 3.000 à 5.000. Niet meer? Die binnenste schil, die een harde kern letterlijk... Ja. Maar dan, je hebt nog veel verschillen daar rond. Anderen die zeggen van, oh ja, in tweede klas komt nog eens geen abonnement pakken, maar wel zoveel mogelijk zien. Ik heb geen kinderen, maar... Of toch, mijn vriendin heeft kinderen, maar ik heb zelf geen kinderen. Ik zeg toch niet wat ik van weet. Nee, maar... maar ik denk, als ik kinderen zou hebben, dat ik die ook mee zou willen pakken. En ik denk dat als dat allemaal zo gebeurt en we pakken terug, gelijk dat wij de liefde hebben meegekregen via... de papa of de opa of de onkel of weet ik het, dat we dat mee kunnen geven. Ik denk wel dat je... Om daar een bruggetje te maken, hè? Voor hetzelfde geld was ik Beerschot supporter. Want toen was de podcast. De schijf is vol, hè. Schuif dicht. Nee, mijn opa, hè, die heeft dan mijn oma ontmoet. En die is in de Zeehoek, mijn oma kwam van de Zeehoek. Maar mijn oma kwam uit een Beerschot-familie. Maar al goed heeft hij nog mijn opa geluisterd. Die kwam weer uit een Antwerp familie. Maar voor hetzelfde geld. Draagt zij de sloef of de broek. Is het andersom. Maar al goed dat zo is uitgedraaid. Maar voilà, dus vader op zoon. Mijn opa bracht zelfs zijn dochters mee en zo naar de voetbal. Dus die hebben in een tijd ook de grote internationale ploegen zien spelen op zijn Antwerp. Wel cool. En dan uiteindelijk, mijn vader ook. En mij dan meegepakt. En zou ook minder beginnen. Die zijn nog iets te klein, ik kon die er nog niet zetten. Mike zijn is mijn grotere broer, zijn kleine is meegepakt toen hij 7, 8 jaar was. Maar echt mee in de harde kern. Maar ik werd er al stoned van de jointjes. En de... Dus ik keek naar die kleine, die zat er zo met oog in. Fuck, wat gaar om zich. Nee, denk ik, ja, nog wel op een rustigere plek zitten, denk ik. Maar die heeft goed geslaan. Nee, die is niet meer opgestaan. Alright. Misschien nog wel een serieuzere vraag, maar... Waar ik met u verbind, maar ik weet eigenlijk nu dat het nu zit. Je bent lang blijven werken in de maatschappelijke sector. Doe jij dat nog altijd? Ja, ik doe dat altijd. Dat is toch iets uniek, dat je staat
ik weet het niet, maandenlang op nummer 1 in de Vlaamse charts, maar tegelijk heb je nog een dayjob. Ja, weet ik. Waarom? Dat is het is, het is ja, financieel nog ietsje comfortabeler, moet ik toegeven. Ik heb wat structuur, wat ik ga er ook wel zou missen, want ik heb sowieso een sabbatjaar gepakt en dan wist ik het ook niet goed. Zo. En ja, ik vind dat ook wel, ik vind dat wel leuk, die verschillende werelden. Zo. Mm. En ik weet nog goed, we hadden iets aan Lotto Arena, een paar jaar terug. En ik moest een dag daarna gaan werken, dat mijn management zei van, allee, jongen, je gaat toch niet een dag na een Lotto, je pakt toch een week verlof? Ik denk, nee man. Dus de Lotto Arena, het was laat, ik kon naar huis, amper geslapen. En dan de volgende morgen op de fiets naar het werk. En dat is zo'n graaf gevoel, want ja, je hebt er wel gestonden op dat groot podium. En dan gaat even werken, zo van terug naar nobody precies. Ik vind dat wel iets hebben. Ja, maar dat is redelijk uniek. Dat is toch ook... Hey, ik denk... 99% van de mensen die opgroeien met de droom van ik wil iets in de muziek gaan doen, ik wil bekend worden, ja, vanaf dat die ook maar een halve scheet succes hebben, ja, vanaf dat die maar ruiken aan de ultratop, dan stoppen die met alles wat common sense is. Maar bij u is het andersom. Ja. Ga van Werchter dan naar een bureau, dan op pick-up op. Maar ik moet nou ook wel zeggen, Marta is thuis met de drie kleine mannen. Vanaf dat die allemaal naar school gaan en Marta gaat weer iets beginnen doen, dan is de kans wel groot dat ik dat ook ga laten vallen, die job. Okay. En dan kan ik me nog met andere dingen bezighouden misschien. Okay. Mag ik vragen wat die job is? Want ik weet dat het iets in de maatschappelijke sector is. Ja, ik werk als een nachtbegeleider in een centrum voor kwetsbare gezinnen. Oké. Okay. Dus dan mag ook wel wat mee, denk ik. Ja, je ziet wel wat. En voilà. Aan de andere kant ook, hè. Inderdaad, niet alleen glitter en glamour. Houdt u dat ook niet... En dan, dat is een zwaar woord, maar zo nederig. Hè, dat je niet begint te zweven, want je zou inderdaad kunnen zeggen, ik doe Lotto Arena of Werchter en ik hang een week lang een halve meter boven de grond te zweven. Ja. Maar je komt onmiddellijk wel terug in de echte wereld. Pas op, ik geniet er nog wel. Zeker zeven dagen daarna zeg ik nog wel. Je moet daarvan genieten, dat snap ik. Maar ik denk dat ik de chance had dat bij mij allemaal niet gebeurd was op mijn 18e of 22e. Allee, chance, het is... Hoe dat je het maar bekijkt. Maar ik was pas 30 toen dat echt ontplofte. En ja, net iets meer verstand dan toen ik 18 was. En ik weet niet hoe ik toen zou hebben gereageerd. Maar het zit nou wel een beetje in mij en in de familie om zo wat meer bescheiden te zijn. Dat is ook een beetje atypisch voor een Antwerpenaar of een Antwerpen supporter. Maar voilà. Zo is het. Het, is wel, het zijn wel twee, drie zotte jaren voor u geweest. Hè? Het is echt wel... En je hebt dan 10 jaar lang stedelijk eens zo naar boven kunnen klimmen. En dan ineens was dat vertrokken. Hè? Ja, echt wel. Ja, dat was wel heel zot om dat allemaal mee te maken sinds mijn 30. Ik ben er nu 36. Dus toch al 6 jaar van het ene hoogtepunt naar het andere. En dan, het Sportpaleis was wel het hoogtepunt. Hè. Vorig jaar, januari, nog juist voor corona en de lockdown. Dat is super graaf, jong. En dan, het is ook traditie dat wij na de show is gedaan, iedereen gaat van het podium... Dat dingen wordt opgezet, de Strangers. Antwerpen. Maar eigenlijk de eerste keer had mijn geluidstechnicus dat onbewust gedaan, want die gast komt uit West-Vlaanderen. Die wist helemaal niet wat dat betekende hier in Antwerpen, maar die zet dat gewoon op. Dat ze in zijn playlist kon dat leken opzetten. Ja, we zitten toch in Antwerpen, ik kan West-Vlaams niet houden, sorry. En plots begint daar iedereen tussen die dingen rood, wit. Dus die gast die verschoot kaart, wat gebeurt er hier nou weer? Dus iedereen begon dat kaart mee te zingen. Dus voilà. Sindsdien draaien we dat en dan hoorden we ook ergens in de verte in een hoekje. Maaf, wit. Ja, die zijn er dan ook die mannen. Hè. Dat is wel weg. Wow, op zich wel chapeau dat die komen. Ah, ja. Ja, super. Ja, keigraaf. Weet je, dat is echt super raar van mij. Dat zou niet mogen. Hè, maar ik had heel lang geen enkel Beerschot-connectie. En dan is het pas van toen dat ik 1 of 2 mensen heb leren kennen die Beerschot-supporter waren, dat ik zoiets had van, ah ja. Eigenlijk zijn dat ook maar mensen. Echt? Ja, wel, dat was mijn reactie toen ook van Johannes. Die had dat nu echt gedacht. Die gedachte, dat zijn ook maar mensen. Maar dat was letterlijk wat ik toen... Ja, dat zijn in uw kop, dat zijn anderen, dat zijn vijanden. Dat is echt iets heel raars. Hè? En dan, maar ja, achteraf bekeken, het zijn ook Antwerpenaren. Want wie voor jullie, wie stond er het laagste op de ladder? Een Brugge of een Beerschot? Dat is een moeilijke, hè? Ja, ik haat Brugge herder, omdat... Ik had het instituut Beerschot, waar die nu voor staan, dat is tegen alle principes waar ik voor zin in het voetbal, maar het komt wel uit dezelfde stad. Voilà. Ja.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Er is nog een soort van broederschap in. Ja, allee, op café en zo, en op het werk en zo, je komt elkaar constant tegen. Hè? Antwerpenaren die voor Bruggen of Anderlecht zijn, ja, die dat stonden is het laagste van het laagste. Dat vind ik echt mensen die zo rond op een bepaald moment hebben beslist van, oh, ik hou van voetbal, maar het is niet succesvol genoeg in mijn stad, dus ik ga naar ergens anders kijken. En dan denk ik echt van, jeez. Ja, zo heb ik een collega. Ik heb echt veel discussies gevoerd in mijn studententijd ook met Antwerpenaren, Antwerpse studenten die naar ergens anders gingen zien, dat ik echt denk. En ik heb toen pleidooien ontvoeren gewist over, je moet niet, tegen mensen die pleit waren voor een fusieclub, hè, want ja, toen Antwerpen helemaal weggezonken, de Beerschot toen ook een lagere wal. En dat ik echt pleidooi aan het voeren was van, nee, maar er is een topclub in Antwerpen, dat zijn wij. Hij moet alleen uit tweede klas raken. En daar had jij wat zien gebeuren. En ik ben heel blij dat dat ook effectief aan het gebeuren is. Maar je moet geen pleidooien voeren, je moet die mannen meepakken naar Antwerpen. Ja, dat is zo. Ik heb zo'n hele goede vriend, Brugge-supporter. Maar ik snap dat ook wel, want die zijn ouders komen niet echt tot stad. Maar ik heb die al een paar keer naar de twee meegepakt. En die zijn kleine is ook al een paar keer meegekomen. En dat is wel een persoonlijke overwinning. Dat die ondertussen ook al van een Antwerp is. Maar hij begint ook al zo... Ja, ik ben 50-50 tegenwoordig. Dus voilà, ik ben hem aan het overtuigen. Nee, maar dat doe ik ook. Hè. Ik probeer altijd het volk te bekeren. Ga nog niet op de vraag geantwoord, hè, Bob? Ik vind dat niet onmogelijk. Jij vindt iedereen tof. Nee, dat is niet waar. Maar... Bij mij is het ook dubbel. Ik heb lang in Antwerpen sportjournalistiek gedaan voor ATV. En dan kwam ik ook op het Kiel. En daar wisten ze dat ik Antwerp-supporter was. En toch ben ik er altijd heel goed ontvangen. Daar werd wel mee gelachen, maar zo'n mannen gelijk een Bram Verbiest. Ik had daar toen destijds wel een heel tof en leuk contact mee. Wie speelde er toen allemaal? Een Van Zundert, Chris de Vree. En dat waren allemaal wel oké gasten, dus... Ik wil sowieso dat we twee keer op een jaar winnen. Ik wil zelfs eigenlijk liever dat een Beerschot terug wegzakt. Ik wil dat wij alleen in eerste klasse spelen. Dat wij alle aandacht krijgen. Maar ik wil ook twee keer winnen van Brugge, dus ik kan eigenlijk heel... En Anderlecht ook. Ze zijn bijvoorbeeld nog wel fan van Joren Dom, ook al speelt hij nu bij Beerschot. Ja. Die blijft een van ons eigenlijk. Hè? Ik heb het er heel moeilijk mee. Ja? Ja, nog altijd. Ik ook, met Joren ook. Ja. Ik ook, ja. Ik vind hem ook te makkelijk laten gaan. Ik snap hem wel dat hij die keuze mokt, maar ik vind dat ook... Ik kan dat altijd niet zien in een paar zin. Nee. Ja, ik zie hem er ook niet naar, maar best wel. Weet je, naar Mechelen kijk ik ook niet, maar een Joffrey blijft ook van ons. Hè? Mm-hmm. Maar ik vind dat inderdaad die Antwerpse overkoepeling, die is er wel. En dat kun je niet ontkennen en daarom is... Stond een ploeg als Brugge natuurlijk nog iets lager, denk ik. Want ja, je had vroeger wel in een tijd zo dingen van de Entente en Versoise. Mm-hmm. En onlangs was dat dan ook... Ik vond dat ze er een reportage van moesten maken. Het was iets rond Berchem te doen. En er zat dan ook weer Antwerp-publiek, Beerschot-publiek en Berchem-publiek allemaal samen. Dat was nog niet zo lang geleden, denk ik. Zo. Maar ik snap niet dat er dan geen enkele media-platform aan denkt van er moet toch een reportage rond gemaakt worden, want dat is toch zoiets magisch en uniek. Vind dan ook ja, we hebben dat ook dat een tijd gedaan met zo Antwerpfans in Beerschot en Berchemfans. Hadden wij zo de Entente en Versoise opgericht op café dan. En dan gingen wij één keer per maand misschien wel café? In de Rapshaar was dat toen. Aan de voetgangerstoel. Ah, wel ja, voilà. Ja. Maar is dat niet van Antwerp Sports? Ik dacht dat daar... Ja, dat was vroeger een van mijn beste maten. Dat was een Antwerp supporter. Maar nu is dat van een West-Vlaming. En die heeft zo niet veel met voetbal. Die zit alleen aan het werken. Maar dan kwamen wij zo... Ja, dat was eigenlijk zo een avond per week verbroederen. Een avond per maand. En dat was wel lachen. In het begin. Dat is nou niet meer. Ja, nee. Ja, ik eerst, boksen. Nee, ik kon er zo moeilijk... Ja, ik kon er heel moeilijk op. Dus in het begin was dat plezant, maar op de deur was ik die discussie zo kotspuit. Ja, want geen een van de twee gaat toegeven. Nee, ik vind die banter onder een toog ook heel plezant. Maar dat zijn altijd dezelfde argumenten die je tegenover elkaar boven had. En je gaat allebei niet van gedacht veranderen. Dus ja, dat is echt maar discussiëren om de sport van het discussiëren. En niet echt om er iets uit te halen. En dat was gek op den duur, echt kotsbeu. Ja, maar een Berchem dat wel heel hard. Ik kan heel veel naar een Berchem zien. Op zondag, zo uitkateren. Daar doe ik ook vaak het tweede helftprincipe. Zo na de rust binnengaan, want dan is het gratis. Ja. En daar staat ook Antwerpen en Beerschot samen op een tribune. Ja. En dan allemaal samen voor Berchem, dat vind ik ook wel plezant. Ja. Maar gewoon puur objectief is dat toch geen discussie? Vraag dan elke fan, wat is de grootste club in Antwerpen?
En los van het moment, dat is toch altijd Antwerp geweest? Wel, ik ben van een generatie waarin dat zeker niet vanzelfsprekend was. Nee, 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 want die zijn op een gegeven moment wel 10 jaar of 15 jaar... Ik heb me dat altijd wijsgemaakt dat dat zo was, maar ik heb nooit niet het bewijs gezien. Want maar ik, we zijn... De keer dat ik... Ik heb een paar matchen in de eerste klas live gezien van Antwerp, maar daarna alleen maar tweede klas. En dan, ja, het bewijs is daar. Hè. Er zit 6000 man in tweede klas en er zit 8000-9000 man of 10.000 man op Kiel naar eerste klasse voetbal te zien. Dus ja, wat ga je dan zeggen? Je hebt niet echt argumenten tegen Ratten die je zeggen van... de tweede club hier. We hebben meer supporters. Het is nog altijd de originele club. Het is geen samenraapsel van 7-8. Ik bedoel... Objectief gezien is er zelfs geen discussie voor mij los van. Ik volg je wel, er is geen discussie. En dan ik ken Beerschot supporters via of kennissen of collega's. En dan kan ik er ook maar, zoals jij zegt, Hans, met babbelen tot op een bepaald punt. En dan laten we het ook beter. Want dan, nee gast, nee, het is niet, hè. Dat is het niet. Ik weet dat jij fout bent, maar je weet het zelf toch niet. Maar het zou eens andersom moeten zijn. We zouden eens 10 jaar geleden Tubantia Borgerhout of een en welk, of Ternes of weet ik het, eens moeten overgenomen hebben eigenlijk, om er zelf beter van te worden. Wat zij hebben gedaan hebben met bijvoorbeeld Wilrijk. Wat zouden ze dan over ons gezegd hebben? En als zij dat doen, dan is dat allemaal... En nu ook weer, onlangs hebben ze dan toch weer al hun aandelen verkocht aan, of het merendeel aan die... Olie-sheik, en dan is dat, ja, maar, denk ik... Het is een toiletpapier-sheik, het is geen olie-sheik. Ja, maar, fuck you, wat ik doe. Objectief gezien, wij winnen altijd. Altijd. Hey, maar ik vind dat ook, maar een rat denkt daar vreemd genoeg anders over. Zwat. Misschien even dat u het platform gegeven om een shout-out te geven naar jong talent, want je hebt er straks gezegd dat jij... wel wat te denken hebt aan de Antwerp en het publiek van de Antwerp die u hebben gesteund toen je nog niet zo bekend werd. Zijn er zo jonge gasten of dames, rappers of in andere muziekgenres die jij ziet, die jij denkt, die wil ik graag een duwtje in de rug geven. En een oproep aan de Vierkante Paal luisteraars om hen eens te gaan checken. Amai, jij vervalt mij met die vraag. Hè? Nee, goed, daar kan ik zo niet direct op antwoorden. Of dat er nog Antwerp supporters zijn? Nee, gewoon jonge muzikanten, Antwerps muzikanten bij voorkeur, dat je denkt, die zijn goed en de mensen kennen die nog niet genoeg. Ga die steunen. Ik zal een voorbeeld geven, gewoon in de muziekscene. Toen ik nog bij Antwerp zat, het meest geslaagde voorbeeld, Toerist, zit hier bij ons. Maar daarna kwam Bird, ook een jonge rapper in Deurne, die ons ook gecontacteerd had. En hij zei dan ook zo wat... Hey, hoger opkomen en wat EP's uitbrengen en zo van die. Dat zijn mannen die mij in het oog springen. Ja. Ik weet er kleine labeltjes zijn die altijd wel jong talent kansen geven. Bird was wel een leuke, hè? Ja, ik ken zo'n rapper, hoe noemt hij hem? Toerist, denk ik. Die moeten zeker eens checken. Ik heb gehoord dat hij een nieuw album heeft. Ik denk dat, dus, dat iedereen die luistert nu al kent. Ja, zijn er dingen? Dat is hot tegenwoordig in podcast om dingen te pluggen. Zijn er dingen waar je zegt van... dat komt eraan, dat ga ik doen, check dat eens. Ik zou kunnen doorverwijzen naar de OLT-shows, maar die zijn allemaal uitverkocht. Dat was altijd... die laatste OLT-shows waren echt wel magic. Maar ja, dat is ook... Heel Antwerps publiek dat er zit. Dat was echt super gaaf. En die setting, het juiste weer. Ja, voilà. Dat is er ook gewoon top, hè. Dat is er top. S'nachts, ik heb er nog eens gezien in het voorprogramma van Tof van Commerce, maar we hadden niet door dat jij het voorprogramma speelde. Dus wat? Oh, een toerist in het openluchttheater op vrijdag, dat is groot is, met z'n allen de kinder. En zo, na 4 liedjes was het gedaan. En zo, oh, dat is gedaan. Ja, voor die boeren gaan we niet blijven, hè. En we terug weg. Ah, lach je. Maar dat is echt een topsetting, hè. Ja, en dan ook, dat is zo herkenbaar. Dat was, denk ik, nog voor de show was begonnen. Kwam die organisator met zijn handen in zijn haar. Al de biervaten zijn dan op. Maar ja, gasten, je weet wie dat hier stond. Hey. Niet zo aan zijn, hè. Dus ja, dat is zo herkenbaar. Want die gasten, daar kwam ook eens... hoe noemt die? Een commercieel manager van Genk, denk ik. Die heeft er ook eens iets over gezegd. Dat Paul Helle. Ja, die kwam door Antwerpen en die zei van... Ja, die mannen zouden hier... wat die met 3000 man zuipen, die was op geen keer met 25 binnenbrengen. Dus voilà, altijd schoon. Nee, OLT en de Lotto Arena. Hopelijk worden er weer twee, of dat worden sowieso twee grote feesten
Dus we hopen tegen dan iedereen terug te kunnen verwelkomen. Voor wanneer staat dat gepland? 11 en 12 februari 2022. Ja. Ons moeder heeft al links doorgestuurd om tickets te bestellen. All right, cool. Het al gedaan? Nee, nog niet. En wat mogen ze u trakteren als je ze terug op de bos al zien? Ja, ik krijg er geregeld pintjes in mijn handen gestopt, maar ik drink natuurlijk niet. Dus ik heb een waterken meestal, of een koolrakje. Is goed. Waterken of een koolrakje. Wat denk je voor het komend seizoen? Wat zijn uw hopen? Hopen, ja. Voor de club? Ik ben daarna wel zo winnen die maar een paar matchen moet winnen per jaar. Hè? Mm. En dat zijn de ploegen die we er juist hebben opgestomd. Als dat al gebeurt, dan is mijn seizoen eigenlijk al voor een groot deel geslaagd. Maar ik had ook wel deze jaar zoiets van, we moeten nu nog geen kampioen spelen, er is toch geen publiek. Gunt ons ook een paar momentjes met publiek nog eens. Echt wel, hè? Ja. Beker winnen zonder publiek, dat is zoiets typisch aan het werk. Echt, ja, Mourinho komt, we winnen van Tottenham, geen publiek. Ja. We overwinteren, geen publiek. We worden derde, geen publiek. Ay, zo. Ja, dat zijn toch momenten zoals die van Richie Laat, vergeet ik nooit, tegen Brugge, dat hij helemaal naar voren gaat. Om de bal af te pakken, dan toch af te snoepen en dan toch terug naar zijn positie loopt. Hè? Of die Lamkelzee die eraan scoort, dat zijn van die momenten, blijft u altijd bij. Dus voilà, laten we hopen dat er nog zo van die souvenirjes bij komen. Een bepaalde hoop voor de eerste, tweede, derde plaats. Ja, laten we eens kampioen spelen. Hè? Allee, dat is een goed idee. Toch? Ja, goed plan. Ja, ja. Wat vind jij beter, kampioen spelen of een beker winnen? Kampioen spelen vind ik toch wel net iets geschikker. En trouwens, we hebben een beker juist gewonnen. Dat is wel. Een beetje naar Vissel. Ja, voilà. We wilden in Champions League gezien, hè? Ja. Ja, we wilden ook eens gezien hebben. De titel in tweede, dat was al. Hè, Antwerpen was collectief een week zat. Hè. Wij twee dan misschien niet, omdat we niet drinken, maar dat was toch heel de week. Als je dat mensen tegenkwam met een sjaal, dat was het, echt wel. Ja. Doet dat in eerste klasse na laatste titel was in 57. Ja. Dan wordt echt zotte. Eindelijk is op de grote markt samenkomen. Echt. Dat wil ik ook wel eens meemaken. Dat zou ik schoon doen. Hans, jij liever Conference League winnen of kampioenspelen? Kampioenspelen. Okay. Europa League winnen of kampioenspelen? We gaan geen Conference League spelen, dus dat was niet gemakkelijk. Okay. En kampioenspelen. Champions League winnen of kampioenspelen? Kampioenspelen. All right. Okay. Echt, ja? Boven Champions League of Europa? Kijk. Ik werk niks met een Champions League. Ik ben blij dat we in Europa League voorhanden zitten, maar ik wil gewoon eens kampioenspelen. Dan zitten we. Dan hebben we dat. En dan daarna zullen we wel zien, maar ja. Ik denk dat we dan een week kwijt zijn, Hans. Ja, de laatste keer, dat was anders gewoon. Hè. Iedereen kent dat vooral ondertussen al, dat ik met een bril gebroken heb en op de Birchem de dag nadien nog niet geslapen. Maar dan die maandag speelden wij een zaalvoetbalwedstrijd met de Zurenburg. En wij gaan van allemaal licht, denk ik. Die herbieter, onze keeper, die was al aan het spouwen in de goal. En die herbieter, die is ook met de rust. Mijn goal ziet er allemaal zo slecht uit. We hadden een klein gaatje te vieren van het weekend. Oh, we zullen dan maar rond een tweede helft beginnen. We zijn wel gewonnen, die match. Oké. Okay. Maar dat zijn zoveel dingen dat bijblijven. Dat is, dat gaat zo legendarisch. En dat is van 57 geleden. Hè. Er zijn nog maar twee landskampioenen dat leven. Hè. Ja, die moeten ook dringend voor de micro halen. Allee, zo lang is dat geleden. Nou, en wie zijn dat? Louis Lambert en Jeff van Gool. De Louis Lambert, die... Je moet hem maar één vraag stellen. En hij begint 2 uur te gaan. Nou, wauw. Gezellig in haar vindt. Alright. En is trouwens nog zeer actief bij Ternes, trouwens. Tweede keer dat Ternes genamedropped wordt. Allee, een paar jaar geleden toch. Was echt zo. Manusje van alles. Goed. Nog iets dat we aan de toerist willen voorleggen? Of andersom? Wilde jij iets aan de geëerde panelleden van de Vierkante Paal? Nee, ik kan zo niet direct op iets komen. Nee, jong. Goed. Zijn we rond? Dan gaan wij u bedanken om tot in Eikeren te komen. En merci om tijd te maken. Ook. Merci voor de uitnodiging. Fijn om te doen. Voilà, vanaf naar
jaarlijks of zo. Ja, met plezier, met plezier. Als we iets te vertellen hebben, want er moet weer iets chic gebeuren. Hè. Voilà, voilà. Dan volgend seizoen met die titel. Voilà, met die titel. Goeie idee. Hoor. Jij zet eerst interview na onze titel. Ah, dat zou mooi zijn. Ik hou met de Geron dan, hè, want Geron kampioenenmaker. Dat is waar. Ik geloof er altijd in. Dus. Ja, juist. Claire, toerist, maar